Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Power Praat, jouw favoriete pot en podcast over games en andere entertainment. Dit is de Sukkel Club editie, tenminste according to Daan Pelikaan. Met Wouter en met Cody. We hebben het vandaag over Final Fantasy VII Rebirth. Hoe kan het ook anders? Want dit is toch al een beetje het jaar van Final Fantasy VII Rebirth. We hebben het ook over Chocobo's. Cody vindt het bijvoorbeeld helemaal niks. Unicorn Overlord is nog steeds een ding. Jawel, misschien moet je het eens even in de gaten houden. Jeffmoot vindt het niks. Wouter vindt het fantastisch. Extermination is een game die wij niet kennen, maar misschien jij wel. Daar gaan we het ook over hebben. The Sims hebben we het veel te lang over. Sorry daarvoor alvast. Maar misschien is het iets voor jou. Rise of the Ronin is Wouter en Cody zijn erin gedoken. Wouter in de noob mode, Cody in de hard mode. Dus dat is een clash of the skills. We hebben het ook over Dragon's Dogma 2, Helldivers 2 en wat nog meer? Volgens mij niks meer, hè? De Collectibus uit Friesland. Rocket League. Nou, dat allemaal zie je in Powerpraat. Blijf zeker. Ja, een nieuwe Powerpraat. En ook leuk vandaag, want minder leuk is dat Florian ziek is. Maar het leuke daaraan is dat we Cody een keertje uit kunnen nodigen. Voor de eerste keer. Eerste keer ooit, ja. In Powerpraat. Jouw debuut. Ik ben vereerd. Cheers. Ja, nee, leuk dat je een keertje aan kan komen schuiven. Ja. Sowieso doe je nooit podcast, dus het is leuk om jouw stem ook een keertje te horen. Wie wel zoals vanouds aanwezig is, is Wouter. Ja. Maar zei het dan online? Of is dit ook mijn 625ste debuut? Dit is Wouter sowieso. Ik vraag me altijd wel eens af hoeveel afleveringen we wel niet hebben gemaakt. Maar hou je dat niet bij, Chit? Hou ik niet bij. Hoezo? Moeten we dat bijhouden? Natuurlijk. Ja, Tulk? Tulk. Moet je dat bijhouden? Je weet toch dat weten? Is best cool, dat je je podcast bijhoudt. Maar houden we dan alleen degene bij die wij hebben gedaan? Of? Ja, dat is dan weer de volgende vraag. Ja. Wat denk je? Oké, sorry. Ja. Hallo allemaal. Ja, hallo allemaal. Ik maak dan altijd een grapje. Dat is dan weer vanuit mijn christelijke... ook aan iedereen die meeluistert via de kerktelefoon. Wacht even, zouden we dit uitzenden via de kerktelefoon? Wat is een kerktelefoon? Ik weet niet, dit is voor mijn tijd. Dat is voor mensen die niet naar de kerk kunnen komen. En die luisteren dan via de radio. Een soort van de kerktelefoon. En dan is dat de dienst, is daar te volgen. De kerkdienst. Ja. Dan komen ze ook aan je deur met zo'n ding. In het Fries noem je dat... waarschijnlijk net zo lang niet meer als badhuizen of zo, weet ik veel. Ja, dat badhuizen is... bestaan toch ook gewoon? Nou. Weet je, hoe heet het dat waar je geld in doet in het Nederlands? De Vebo? Nee, de collectebus. Oh. In het Fries heet dat een ponkje. Een ponkje. Ja. Ja, ik vind het wel mooi, ja. Ik bedoel, wat het doet is, je gooit er een muntje en dan hoor je een ponkje. Dus schrijf, ik denk dat dat Fries is gewoon een random taal. Ja, van mensen. Dat is ook maar gewoon bedacht. Ja. Gewoon geluidseffecten gebaseerd. Voor mensen die analfabeet zijn, die denken, maken we gewoon een eigen taal. Ja. En een beetje wat lijkt op de rest van mensen die in Duitsland wonen. Oké, genoeg mensen op de tenen gestapt. Hebben we een beetje een leuke week achter de rug? Twee weken eigenlijk? Leuke dingen gedaan? Ja, nou ja... Nee, dat nee. Niet. Vooral gewerkt, maar in Gameland is er wel... In Gameland? Ik vind het wel fijn, hoor. Ik ben Rose of the Ronin aan het spelen. Ik ben Final Fantasy Rebirth aan het spelen. Rose of the Ronin? Rise van de Koning. Er is zoveel om te spelen. En dat geeft mij rust. Maar ja, ik snap niet hoe je dat rust kan geven. Ben jij ook al zo rustig in het oog van de storm, Wouter? Het is fijn om te weten dat er opties zijn, ja. Absoluut. Opties zijn fijn, maar het feit dat je bijna niks af kan maken zonder dat je een soort van gehaast voelt, dat vind ik heel irritant. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Ik heb me gewoon gefocust op één game voor het eerst sinds tijden dat ik dat doe. En dat geeft mij wel rust. Gewoon van, al die andere games, whatever. En welke game Dragon's is Dogma 2 had ik nog wel willen spelen, maar dat is niet gelukt. Of tenminste, daar heb ik geen code voor. En ik heb hem niet gekocht. Dat kan ook, hè? Dat is altijd nog een optie. Dat moet je niet vergeten. Zeker. Sorry mensen, iedereen die luistert, dat jullie dit moesten aanhoren. Ja, dat is fijn. Dat kleine viooltje over de code van Wouter. Het was niet een viooltje. Het was niet bedoeld als viooltje. Het was bedoeld als van, hey, wat fijn dat ik ook een keer gewoon op één game kan. Fijn dat ik geen code heb. Ja, geef mij een code.
Wat fijn dat ik deze... Maar heb je het nu over Unicorn Overlord? Ja, ik ben nog steeds Unicorn Overlord. Ja, die zie ik je veel spelen inderdaad. Jezus, het houdt maar niet op. Ik heb nu gewoon... Ik zit er 60 uur in en ik heb één van de drie enorme continenten veroverd. Dat je echt denkt, oh, oké. Okay. Dat kwam maar ik dat ook is echt letterlijk achter. Het enige wat jij aan het doen bent, Unicorn Overlord. Ja. Ik heb ook wel... Ik sport, en ik kijk films en series, maar qua games... En dat is het? Nee, en ik ben ook de Sims aan het spelen weer. Dit is wel leuk. Want kunnen we meteen even het comment van de week liedje erin knallen? Want we hebben allemaal comments binnengekregen natuurlijk. Ook over de Sims? Kral de Marino, ja. Ook over de Sims, zelfs over de Sims. Oh, wat verrassend. Van de week. Oh, die hoor ik nu niet. Ah, dat is jammer. Maar we kunnen het voor je meezingen. Comment van de week. Dit zijn de comments. Zit je nou, kan niet kijken, kent hij hem wel? Nee, dit is wel een leuk grapje, omdat Cody nooit Powerpraat luistert. Hey, ik heb wel eens een keer geluisterd hoor. Ja, maar hij kende dat liedje niet. Dus toen hij het voor het eerste keer het liedje hoorde, toen dacht ik, hey, wacht eens even. Shit heeft dus een keer voor mij een jingle gemaakt over... Ja. Cody is echt gek. Verliest. Geen zorgen, Cody. Ik maak een leuk liedje van je. Kom je in Powerpraat, besef je dat liedje gewoon al bestaat. Alleen dat hij één woord te vangen heeft in mijn naam. Ja. Nou, zo vaak maak je niet bangers. Dit klopt, dit is wel een banger. Ja. Dus ik dacht echt serieus dat hij al die liedjes zelf had geschreven. Ja, tuurlijk. Nou, dit liedje wel echt zelf. En die van die piraten ook niet. Van jouw mond. Nee, dat is gewoon een met standaard... baarden zijn. Ja, ik hoorde die laatst op de radio. Ik kwam bedrogen uit. Welke radiozenders luister jij? Kinderen voor Kinderen? Dit was volgens mij... Dat was volgens mij Mannen met Leren Petten FM. Daar kwam die op. Dus. Oké. Okay, hebben ze nou uiteindelijk leren petten? Of Pimpampet. Ja. Okay. Het is zo bijzonder dat je naar radio luistert, überhaupt. Klopt, ik ben een oude ziel, man. Ja. Ja, nee, ik luister echt wel de radio, zeker. Ja. Wie dan? Luister je naar van die gasten die net zo klinken als wij? Zo van... Doorgaans wel, ja. Comments van de week. En ik denk dat de vraag van Daan Pelikaan wel is beantwoord. Oh, ik hoop echt die wel. Zegt, zo, eens even luisteren of de sukkelclub nog serieus kan worden genomen. Nou ja, nee, dus dat is wel duidelijk. We hebben het over alles gehad, behalve videospelletjes. Ja, en we hebben het dus inderdaad over leren petten en over radio en oude zielen. En vergeet zo. De plonk niet. Ja, de plonk. We hebben het ook over games gehad, dat is kort. We hebben het ook even kort over games gehad. Nou, sorry, Daan PDK, maar we zijn inderdaad de sukkelclub. Ja, ons serieus kan nemen, dat is een tweede. Maar ja, voor sukkeldingen kan je nog steeds wel op ons varen, denk ik. Ik vind het sowieso leuk dat ik gewoon een keer bij een club hoor. Dat ben ik al niet gewend. Nee. Als dat nou de sukkelclub is, dan vind ik dat helemaal prima. Nee, ik ben toch blij dat je erbij bent. Dankjewel. Voor de eerste keer. Als het gaat om sukkels, dan weten wij van de hoed de rand. Ja, precies. Ja, wij weten wel, Denk dat spreekwoord goed, Tjeerd. Nou, het is van de hoed en de rand weten. Je vergat van. Ga ik dat nou voor jou horen, Cody? Wat is dit nou even voor een aanval op mijn vocabulaire? Ik weet heus wel wat ik... Nou, dat is niet waar. Nee, jij bent wel een soort van mini-Wouter. Jij gooit zich allemaal door elkaar heen. Jacco houdt een boekje bij van al mijn contaminaties. Dus ja, dat klopt wel. Ja. Rock'n'Rolla. Nou, dat is helemaal niet zo gek dat ik dat zei. Nee, dat is helemaal niet gek. Ik wil er gewoon van mee doen. Laten we beginnen met Jeffmo. Die zegt, gegroet al welgestelden. Ik dus Unicorn Overlord spelen. Tralalala twiddlididi. Tot ik bij het puntje kwam van... Die tutorial duurt al 4 uur. Wanneer kan ik nou eindelijk zelf mappen? Afijn, nooit dat dus. Dat kan dus niet. Nee. Daarna heel snel eraf gegooid. Jammer, want mijn favo is Final. Mijn favo Final is Tactics. En zijn favoriete Final Fantasy is Final Fantasy Tactics, bedoelt hij dat? Is dat een ding? Ja, dat zou gewoon goed kunnen, ja. Mijn favo Final is Tactics. Ja, is Final. Final Fantasy. Hij heeft toch alleen even de Fantasy. Final Fantasy Tactics, is dat een ding? Nou, schiet je me lek, joh. Hang je wel een kerstboom in. Oh, ja, klopt. Dat is zo. Nou, goed. Ja, die maker daarvan, die zei, speel Unicorn Overlord. Ja. Je hebt vorige keer heb je er al echt enorm veel tijd aan besteed. Dus je krijgt nu iets minder ruimte op deze zender, op de kerktelefoon. Maar wat nee, dit is. Hij heeft, maakt een goed punt. En dat heb ik ook zeker aangestipt in mijn review in de puur die nu in de winkels ligt.
Tenminste, een ook gespeeld stukje, maar wel een hele pagina. Ik heb er wel flink over uitgeweid, want ik vond het de moeite waard, want het is een fantastische game. Maar dit is inderdaad wel iets wat je moet beseffen. Je gaat niet zelf aan de battle. En ik weet niet of ik dat vorige keer ook duidelijk gemaakt tijdens de powerpraat. Ja, dat had je. En dat toen maar, was meteen mijn aandacht... Het ziet er namelijk ook echt vet uit als een 2D fighter met meerdere vechters dus eigenlijk. Het ziet er eigenlijk uit als een team-based 2D Japanse awesome-ass fighter. En dan denk je, yes, gaan we vechten. En dan moet je gewoon toekijken hoe het gevecht voor je gedaan wordt. Met je cook the game. Eigenlijk, ja, wat zeg je? Klinkt als een... Cook the game. Cook the game? Cook. Kuk. Oh, als kakkenhonden. Oh. Nee, dat absoluut niet. Nee, dat niet. Dat zouden wij nooit... Wat? Huh? Kuk. Wat bestaat kuk voor dan? Ja, volgens mij is dat dan dat je toekijkt, toch? Zoiets? Ja, dat ik weet het. Het holden is niet toekijken. Ga jij je gang. Ik blijf hier. Dat is een beetje die houding. Kuk de game. Ja, nou goed. Dat is prachtig. Oké, maar jij vindt het dus leuk. Je houdt daar wel van. Voor mij was het ook in de eerste instantie best wel een teleurstelling. Ik zei van, oké, dus ik doe niet mee, mag nu niks doen. De game is nu fucking mooi. Het is nu op zijn mooist en op zijn spectaculairst. En nu mag ik niks doen. Maar die teleurstelling was ik al vrij snel overheen. Als je beseft wat je allemaal in die game kan doen. En het is nu gewoon een kwestie van heel veel poppetjes verzamelen ook. En ze ook upgraden, zodat ze er anders uitzien. En allemaal verschillende... Het is eigenlijk alles wat ik fijn vind in het leven zit in deze games een beetje. Behalve dan zelf actief meevechten. Het is toch overheen. Ja, oké. En je bent nu ietsje verder, denk ik, dan 2 weken geleden. Is het toch een diepere laag? Heb je dat kunnen ontdekken? Denk je van, het is nu wel mooi geweest. Het ding is nu meer dat de battlefields zijn nu, zeg maar, je hebt vaker meerdere punten om te veroveren. Wat betekent dat je, zeg maar, eigenlijk op verschillende delen van de map tegelijkertijd aan het vechten bent. En verschillende fronten hebt om te verdedigen. En ik ben heel erg bezig met het promoten van mijn characters. Want al je characters die hebben allemaal een class. En er zijn echt fucking veel classes. En die kun je op een gegeven moment promoten, waardoor ze in een soort van extra awesome ass class terechtkomen. En dan krijgen ze nieuwe moves en dan krijgen ze een extra spiffy outfitje. En daar doe je natuurlijk voor. maar wat nu ook de extra laag is, en dat is begint best wel ingewikkeld te worden, is dat je kunt inderdaad niet direct meevechten, maar je kan wel, zeg maar, regels verbinden aan de moves die je characters hebben. Dus bijvoorbeeld, je mag alleen healen als iemand 25% health heeft. Of je mag alleen deze move doen als je deze soorten class tegenover je hebt staan. En dat wordt heel specifiek. En dat is een beetje wat je in Outlook ook doet, zeg maar. Als er ergens persbericht in de titel staat, dan gaat hij naar een apart mapje. Ja, als dan, zeg maar. Dat is een beetje... Je kan, klinkt heel leuk. Move. Dit is wel echt leuk. Ja. En dan ben je dus uiteindelijk, als je dat allemaal hebt, dan ben je de Unicorn Overlord. Dat is een beetje waar je het voor doet, toch? Nou, dat is dus de missie die helemaal in het midden van je map zit. Die zie je al vanaf het begin. Dus dat is eigenlijk een beetje net zoals een Zelda. Weet je, je kunt meteen doorlopen naar Ganondorf als je wil. Alleen, je bent er nog niet klaar voor. En hier ook. De hele tijd in het midden van je map staat level 40 Unicorn Overlord. De main missie, de einde missie. Ja. Daar kun je in theorie altijd heen. Maar ik denk dat ik vrij hard in de pan word gehakt als ik dat probeer. Maar wat was je vraag? We hadden geen vraag. Nee, of je de Unicorn Overlord al was tegengekomen. Of dat je dat zelf wordt. Ja, die missie heet dus Unicorn Overlord. Hoe ziet Overlord die eruit? Inderdaad. Wat zijn ze? Hobby's? Dat soort vragen. Ja. Ik weet nog steeds niet. Ik denk dat jij als jouw character, hoe heet die? Alleen. Die is waarschijnlijk dat is mijn de Unicorn character, Overlord. Klopt. Ja. Of, alleen? Ik weet niet. Ik ben het liefst alleen. Ik vind het wel interessant, want wij hadden het toen in een meeting of zo 2 maanden hierover. Toen hadden we zo, moeten we Unicorn Overlord nog meenemen? Je hebt er 2 maanden over gehad? Holy shit. Nou ja, jij was er gewoon bij en het was 2 maanden geleden ongeveer. Ja, nou ja, weet je wat ik dacht toen... We hadden allebei zoiets van, dit kan wel eens wat worden, maar jij zit er dus 60 uur in nu. Is het wel wat geworden, zou ik zeggen. Ja, ik wilde eigenlijk dat Peter Koelemijn een review ging doen, maar die had er geen tijd voor. En toen heb ik hem zelf maar op genomen, omdat ik zo het gevoel had van dit kan hem wel eens worden. En toen heb ik hem uiteindelijk gewoon voor de oog gespeeld gedaan in plaats van een hele review. Het is maar goed ook, want ik was toen echt nog lang niet op,
op een waardig percentage van de game om hem echt te kunnen beoordelen. Maar ik wist wel dat het de Gold Award zou worden. En dus heb ik het gewoon een Gold Award gegeven in plaats van een cijfer. Maar ja, nee, het was wel... Het is wat mij betreft kansmaker voor... Nou ja, niet mijn GOTY. Ja, misschien ook wel. Wat zou anders met GOTY worden? Er komt in ieder geval ergens in je toplijstjes misschien. Absoluut, ik denk wel in mijn top 3, zoals het nu lijkt. Zo. En dat komt ook een beetje omdat dit natuurlijk niet de meest heavy hitting jaar gaat worden qua AAA games, vermoedelijk. Maar je hebt dus niet een game waarvan je denkt van nou, nu kan dat Unicorn Overlord wel eens even in zijn sop gaar koken. Ik ga nu even deze game doen. Ja, Dragon's Dogma 2 was dat misschien geweest, maar... Ja, oké, maar die heb je niet. Nee. Ik ben benieuwd wat Wouter van 3 jaar geleden hiervan vond als je hem zou vertellen van joh, Dragon's Dogma 2, lekker laten. We gaan Unicorn Overlord spelen. Oh ja, om eerlijk te zijn, zou ik dat helemaal niet gek gevonden hebben, want ik vond Dragon's Dogma 1 geen reet aan. Echt heel fucking boring. Kunnen we daar een keer een sketch van opnemen? Zeg maar, Wouter zonder facial hair en haar, die dan met tegenwoordige Wouter converseert. Lijkt me heel leuk. Daar zit wel eens wat in. Ik heb dat letterlijk een keer in een conclusie gedaan van een ook gespeeld stukje. Zo van, ik van 8 jaar geleden tegenover ik van nu. En 2 conflicting opinions over een bepaalde game. Dat was volgens mij... Dat is superleuk. Ik wil dat lezen. Hoe heet die game ook alweer? Die game waarin je puzzels moet doen en chicks moet versieren. Christine of zo. Puzzles en chicks versieren. Nee, dat klinkt, dat klinkt inderdaad iets als de Wouter die ik ontmoette voor de eerste keer, ja. Is dat toevallig? Nee, hij had toen een speciaal masturbeer rubriekje op Puup.nl. Oh, Christine, Catherine zat er. Wacht even, masturbeer rubriekje? Ja, op Puup.nl had hij toch een... Masturbeer... Ik zie nog... Ja, nou ja, goed. Het is niet direct een masturbeer rubriekje. Het is gewoon... Niet direct. Ik kom toch weer bij dat kukgedeelte uit. Trouwens, jullie zijn weer gefroost. Ik ga even een screen grab maken van hoe shit eruit ziet op mijn scherm nu. Heb je wel... staat je opname aan, Wouter? Jullie staat zeker checken. Ja. Okay. Ik ga even verder met de comments van de week. Ja. Want Rock and Roller, we hadden het natuurlijk vorige week over Final Fantasy 16. Check shit. Zo zie je het. Oh ja. Dit is inderdaad een flinke jonko. Zo. We hadden het vorige keer over Final Fantasy 16. En dat de chocobo's die in Final Fantasy 7 Rebirth best wel een grote rol spelen eigenlijk. Dus ja. Je bent continu. Dat het gewoon niet mogelijk was in Final Fantasy 16. Jij hebt Final Fantasy 16 ook gespeeld, toch? Ja, maar niet uitgespeeld. Lang niet zoveel tijd ingestoken dat ik nu een Rebirth steek. Maar ik heb sowieso een hot take. Ik vind chocobo's verschrikkelijke beesten. Ik heb er helemaal niks mee. Ik vind het niet leuk. Het rijdt niet lekker. Het is vervelend. Het zijn ook maar aandachtvragetjes, vind ik. Dus waarschijnlijk mijn laatste keer een paar opraad. Maar ik vind het verschrikkelijke beesten, echt. Aandachtvragetjes? Je moet ze de hele tijd voeden en zo? En ze zijn aan het gillen. En als je erop rijdt in Final Fantasy Rebirth, het enige wat je ziet in je volledige scherm is dat aarsje van de beestie. Omdat je kamer een soort van eronder zit of zo. En ze gaan ook te snel, dan botsen ze overal tegenaan. Dan krijg je zo'n animatie dat ze even zo botsen en dan... En dan kan ik pas weer verder lopen. Ja, ik weet het niet. Hoe meer je maar ik ga er voor het gemak vanuit dat ze niet de moeite hebben genomen om een kontgat te animeren of wel? Die heb ik nog niet gezien. Ik denk wel dat een chocobo een kwaka heeft, ja. Ja, ik denk het ook wel. Ja. Het is namelijk een kip. Wat ook wel weer grappig is in Final Fantasy VII Rebirth, dat er van die mini chocobo's zijn. Die vind ik wel heel leuk. Die zijn wel cute. Die vind ik wel heel leuk. Die zijn bij elke chocobo stop. Dat zijn dus van die mooie dingetjes in Rebirth. Zo wil ik een wereld ontdekken. Dat is precies hoe Zelda het doet, zeg maar. Laat mij maar gewoon lopen. En geef mij dan maar kleine indicatietjes van zijactiviteiten of World Intel of al die andere zooi. Door dat in de wereld te tonen. Weet je, dat is ook mijn grootste kritiekpunt op bijvoorbeeld games als Spider-Man. Ik vind Spider-Man een fantastische game. Spider-Man 2, dat begrijp ik niet verkeerd. Maar ik vind het jammer dat ik mijn map moet raadplegen om te weten waar ik heen ga. Het liefst wil ik in de wereld kunnen zien what's going on. Net zoals in GTA. Ja. Als je naar de stad rijdt, als je naar Los Santos rijdt, dan laat je je leiden door de skyline. Daar ga je heen. Dus je hoeft niet op je minimap te kijken. En in Final Fantasy vind ik dat heerlijk. Als er zo'n klein vogeltje om me heen komt, zo koekoekoekoe. Ja, dat is wel sterk dan gedaan. Dan gaan we daar even heen. Ja. Komt een klein chocobotje, volg ik jou toch? Kmeidskill. En dat vind ik heel fijn. Maar dat is net zoals bij Ghost of Tsushima. Dan moet je ook altijd zo'n vogeltje... Vosje.
Oh ja, Vosje was het daar. Vosje, ja. Maar hier heb je voor allerlei verschillende dingen. Heb je verschillende dingen. Dit klinkt heel erg vaag, maar je hebt voor verschillende eindbestemmingen heb je verschillende zaken die je daarop wijzen. Ja. Dus je hebt bijvoorbeeld een soort van gouden diamanten. Dat is een soort van de weg naar... Ja, die sla je kapot en dan volg je een lampie. Ja, dan volg je een lampie. Je hebt inderdaad een vogel, daar volg je naar een soort van boom. Ja, een mini-chocobo. Ja, en dan heb je die mini-chocobo. Die gaat, ja, dat is inderdaad wel sterk gedaan. Echt leuk. Ja, dat had maar volgens mij werkte het bij Tsushima werkte dat ook zo. Want je kon de wind dan even volgen. Ja, Ghost of Tsushima is een schoolvoorbeeld van hoe het moet. Ja, absoluut. Daar ben ik met je eens. Ja, dat was ook beetje een USP. Hè, dat je die volledige immersie zonder hut. En dat is sindsdien best wel normaal geworden. Dat je alles wat hut te maken heeft zoveel mogelijk uitzet. Als je nu een wat oudere Ubisoft-game speelt, dan spring je van een toren af van die hut. Dat is verschrikkelijk. Die springt maar heeft die hut heeft hij dan heeft die hut dan een toren? No pun intended. Oké, ik dacht echt dat je daar alle pun mee intended. Maar zo'n hut en dat is dan heeft het dan een toren. Is dat dan hetzelfde materiaal als de het is hut? Een kasteel inderdaad, ja. Ja. Wanneer okay, een hut niet echt een toren krijgt, dan klassificeer je het als kasteel volgens mij. Oké, maar goed, hij Rock'n'Roller zegt, ik heb letterlijk ongeveer de helft van Final Fantasy 16 op een chocobo gereden. Oh, hè? Wat? Florian, ga je schamen dat je dit over het hoofd hebt gezien? Nu ben ik heel benieuwd naar Florian. Ik heb Final Fantasy 16 bijna uitgespeeld. Ik heb nauwelijks op chocobo's gereden in 16. Ik heb niet op chocobo's gereden, want het kan niet. Welke game heeft Rollomans gespeeld dan? Ik denk misschien net een Rock'n'Roller. Net een andere Final Fantasy. Misschien Final Fantasy. Maar goed, misschien kan het 14? Wel. En ik zit ook niet heel veel Chocobo back in Rebirth. Terwijl dat wel zou kunnen. Maar laat mij maar lopen, joh. Het maakt mij echt niet uit. Nee, op een gegeven moment krijg je ook een auto in Rebirth. Dan hoef je mij niet te zien, hoor. Ja, ik loop wel ik vind, ik elke keer als ik zoiets zie, weet je, dan loop je in die wereld rond. En in één keer zie je een helikopter en denk je van... Dit past zo niet of ja, zo. Dit is zo raar. Het past gewoon niet. Maar dat is wel de kracht van Rebirth. Ja. Ik ben voor het eerst, zeg maar, invested in de fictieve wereld van Final Fantasy. En dat is mij nooit gelukt, na al die games. Dat ik gewoon dacht van, hey, dit is way off voor mij, man. Zeg maar van, het is een soort van combinatie tussen de Dark Ages / middeleeuwen. Alleen dan in de toekomst, waarin Mako heel belangrijk is. Wat eigenlijk een soort van super advanced technology is. En nu hebben ze het wel voor elkaar gekregen dat ik het allemaal wil begrijpen. Maar elke keer als ik een helikopter zie, denk ik... What? Oh ja, dat is hier ook. Je komt net uit een mijn. Je hebt net 3 dagen op brood en graan geleefd. En dan vervolgens vliegt een volledige helikopter langs of zo. Ja, ja dat is echt wel fucking apart. Weird. Ja. En het idee van dat je aan de ene kant zwaarden hebt... en aan de andere kant helikopters... vind ik ook wel een beetje moeilijk te vertellen. Ja, ja. Dan kun je zeggen van... het is whatever, steampunk of iets in de vorm van punk. Ja, maar dan heb je dus ook weer een of ander enorm kanon... wat er echt uitziet als het in een beetje zo'n Victoriaanse steampunk ding. Precies, dat je dan denkt van, hé, er staat een helikopter naast. Wat is dit? En waarom vechten onze helden met zwaarden en handen? Van, er staan letterlijk 5 man met volledige geweren op hem te schieten. Die kopt Cloud dan gewoon, vindt hij prima. Ja. Ja, ik vind dat wel raar. Maar dat, met Tifa vind ik dat ook inderdaad. Die dat is gewoon een melee character. Ja, die heeft gewoon volledig. Die is gewoon handen aan het gooien de hele dag. Ja. Echt. Maar goed, het werkt wel. Ik vind Rebirth, als we het er toch over hebben, dat is wat ik. En heb je een hond die gaat er koprollend doorheen? Dat soort shit, weet je? Ja, die hond heb ik nog genoeg te zeggen. Alleen dat is spoilers, dus dat kan nog niet. Nee. Maar staat het in de fik, kom op. Geef hem een break. Dat is waar, hij heeft het niet makkelijk. Maar jullie hebben nu ben ik echt volledig... Dit is misschien een beetje voor de mensen die Final Fantasy 7 Rebirth spelen. Maar afsluitend staat in de fik. Over Final Fantasy 7, ik vind het een monumentale game, oprecht. Ook de manier waarop zij de open wereld aanvliegen, wat eigenlijk gewoon... Het is eigenlijk een lineaire wereld. Ik hoop dat mensen dat ook zien. Ja. Maar toch geeft ze je de indruk dat je vrij bent. Ook niet te vrij. Het zorgt er ook voor dat alsnog Square voor jou bepaalde vistas kan regisseren... die je anders misschien zou missen... was het een echte open wereld game geweest. Dikke complimenten, maar wat een marathon is dit, zeg. Jezus Christus. Ja, hij is een beetje te lang, hè? Godverdikke, man. Dat is de reden waarom ik 16 ook nooit uitgekregen heb. Die was lang. Ja. Daar was ik dan ook niet dusdanig in investeren dat ik nu wel ben in Rebirth. Dus ik ga hem absoluut uitspelen. Maar 89 uur en dan op je PlayStation homescreen zien staan dat je op 70% bent, is wel confronterend. Ja, dat is wel heftig. De enige Final Fantasy die ik echt ver heb uitgespeeld was 8. En dat kwam omdat ik toen ook eigenlijk helemaal niks beters te doen had. Nou ja, misschien is dat ook wel een beetje de reden nu. Want naast Rise of the Ronin,
Nee, dat is ja, niet maar waar, dat was ook echt. Die game, die was, iedereen was helemaal live van 7 natuurlijk. En die heb ik toen even gespeeld. Toen dacht ik, ah, dit stijltje, I don't know. Mm-hmm. En toen was er 8 en die had zo'n ballroom scène. En dat deed me denken aan Beauty and the Beast. En toen was ik helemaal aan. Want die had ook een soort van semi-realistische stijl. En die fucking characters, die waren gewoon. Of die cutscenes, die waren beautiful voor destijds op een PlayStation 1. Dat sloeg helemaal nergens op. Dat je echt zoiets van: dit is mooie dingen. En, en dus ik, 8 heb ik tot en met de eindbaas gespeeld. Maar dit heb ik al eerder verteld. Dus ik laat ik niet in herhaling vallen. Want elke keer als we zo'n Final Fantasy hebben, dan komt opa Wouter met: ja, ik heb 8 nog gespeeld. Ja. 7 denk aan Beauty and the Beast. Ja, ik vind het wel jammer dat Florian er niet is. Ik had wel zin in gesprekken over Final Fantasy. Maar ja, het is onder de streep. Ik vind het een fantastische game. En ik had nooit verwacht dat een Final Fantasy mij wist te grijpen. Als je eenmaal een beetje door dat hele anime heen prikt. Weet je wat ik ook zo knap maar vind? Maar je hebt Remake dus ook niet gespeeld? Jawel, die heb ik wel uitgespeeld. Als enige ervoor. Ja, uitgespeeld. En die vond ik leuk. Die vond ik echt leuk. Maar dat was het. Ik ben er nooit obsessief over gegaan. Maar de manier waarop ze deze trilogy opbouwen vind ik zelf echt geniaal. Waarin deel 1 eigenlijk een soort van bijna de Fellowship op de ring is. Waarin het heel lineair is. Je gaat recht vooruit. Ja. Je bent je party aan het bouwen. Er wordt een Fellowship ontstaat. En je leert die een beetje kennen. En in deel 2 kunnen ze dat volledig loslaten. En gaat letterlijk die hele wereld open. En mag je doen wat je wil. En ik ben dus heel benieuwd wat deel 3 dan nu gaat zijn. Gaan we dan weer convergeren? Of blijven we breed? Of registreren? Of animeren. Animeren. Gaan we die animeren, hè? De derde deel? Worden ja. Die, ja. Nou ja, goed. Ik ben echt benieuwd. Dus, ja, nou goed. Ik ook. Ik ga er heel langzaam doorheen. En terecht, joh. Neem lekker je tijd. Ja. Ja. Johnny Peters, die zegt: vraag je aan de heren en aan de community hier. Dus iedereen spit je oren en let goed op. Omdat ik Alone in the Dark vibes kreeg, in het kader van de griezeligheid / engheid van games van vroeger, in tegenstelling tot de games van nu, hoe zouden jullie de game Extermination willen raten? Dit was een PlayStation 2 game die in mijn ogen altijd zwaar ondergewaardeerd is gebleven. Geweldig goede game, zweervol en immersief, grafisch erg goed voor die tijd. Ook vond ik het toentertijd de engste game die ik ook ooit heb gespeeld. Hopelijk komt hier echt een remake of een vervolg op. Wat zeggen jullie ervan? Zijn er meerdere mensen hier die hem gespeeld hebben? Ik niet. Ik ook niet. Nee, ik heb hem niet gespeeld. Maar ik kon wel direct zeg maar, de box art voor mijn neus halen. Dus ik weet niet waarom. Maar dat met dat paarse. Ik heb even opgezocht, dat klopt. Maar ik heb hem niet gespeeld. Nee. Extermination. Nee, goed. Ik had geen PlayStation. Zou je nou PlayStation 1 of 2? 2. PlayStation 2. Ik had geen PlayStation in die periode. Dus ja, het was voor mij niet echt een ding. Ja, toch een beetje. En het is sowieso niet echt mijn ding, want het gaat om enge games. Oh, horror games is niet je ding. Ah. Oh, nee. Ik snap de verwarring, ja. Ja. Maar jij kan het je niet herinneren, Cody, verder? Nee, ik zit nu wat gameplay te kijken en deze hebben wij in huis gehad, maar ik heb hem niet gespeeld. Als ik er zo naar kijk, dan roept het een beetje Splinter Cell of zo bij me op. Het is een dat klinkt al wel cool. Een horror. Maar daar zal het vast niet op lijken. Dus ja, sorry Johnny Peters dat we je game geen eer aan kunnen doen. Nou, maar misschien wel een leuk oproepje voor de mensen die hem wel hebben gespeeld. Ja, als je kijkt of luistert, laat even in de comments weten wat je ervan vond. En of deze inderdaad een remake of een vervolg nodig heeft. Dus laat het even weten in de comments. Dat zou fijn zijn. Nakey Life, die heeft ook een comment achtergelaten, die zegt: ik denk dat Tjeerd en Florian enkel de base game van The Sims hebben gespeeld. Dit gaat over het gesprek van vorige keer over The Sims, Wouter. Stream is gestopt. Ik denk dat Wouter zichzelf heeft weggedrukt. Dat is mijn theorie. Dat hij gewoon wat dingen aan het sluiten was en dat hij gewoon volledig Discord afsloot. Oké. Natuurlijk hoort hij ons niet. Hij zit niet in de conversatie. Nee, hij zit niet in de conversatie. Maar maakt niet uit. We kunnen hem er wel even afmaken, deze comment. Ja, zeker. Vorige keer hadden wij het namelijk over de Sims. Leuk. Wouter is een enorme Sims-liefhebber. En ik moet zeggen dat ik vind het ook af en toe wel leuk om ermee bezig te zijn. Maar daarin is het vrij snel klaar. En hij zegt: als ik dat speel, ben ik ook vrij snel wel uitgekeken met een familie. Maar met een handjevol DLC zijn de mogelijkheden echt eindeloos. Ja, klopt wel. Ja, moet je nagaan als je alle DLC hebt. Zoals jij.
Ja, nou daar ben ik nu mee bezig. Ik kwam er dus net achter dat... vanmiddag was ik die game aan het spelen. Toen kwam ik erachter dat ik er nog twee miste. Die ik blijkbaar preview codes van had. En die niet overgegaan zijn naar retail codes. Dus ik had... Want ik weet zeker... Het waren namelijk... Ranch? Nee, nog wat Ranch. En For Rent. Mm-hmm. En ik weet zeker dat ik paarden heb aangemaakt. En ik weet ook zeker dat ik zeg maar dingen verhuurd heb. Dus die miste ik nog, maar voor de rest heb ik ze allemaal. En de functies zijn echt... De mogelijkheden zijn echt eindeloos. Yeah. Alleen al qua wat voor werk je hebt. Je hebt die rabbit hole banen, dat je character gewoon verdwijnt 8 uur per dag. En dat je die licht kunt, zeg maar, dat je keuzes aansturen. Moet maken, zo van, nou, vandaag ben je aan het chillen of vandaag ben je extra hard aan het werken. Of... En dan heb je dat vind ik soms ook wel irritant. Dan gaat die weg... Naar zijn werk. Net alsof je, en het is toch jouw poppetje? Ja, maar je krijgt dan af en toe wel een pop-up. Zo van, yo, Cody is nu een superster. Ja, keuzes, hij moet nu kiezen of hij gaat in zee met Jody Bernal. Of hij gaat thuis een hit opnemen of zo. Dan mag je kiezen. Ja, zoiets. Ja. En dan heb je ook nog de professions. En daar moet je gewoon full-on ermee bezig zijn. En dan ben je bijvoorbeeld interior decorator of zo. Of ben je een of andere wetenschapper. En dan ga je wel echt met hem mee. Maar het is wel logisch dat je niet al je characters meegaat naar werk. Want, je kan ook een heel gezin hebben natuurlijk. Ja, nou ja, een hele familie. Bij mijn vriendin is het dusdanig doorgeslagen dat wij volgens mij overgrootouders zijn al. We echt 7 generaties rondlopen met de gekste namen. Want zij speelt dat dan ook al 6 jaar. En dan elke keer heb je een fase dat je iets heel erg... Dan zit ik weer heel erg in Superman. Dus er loopt ergens een Clark van de Bogen rond. Er loopt ergens een Geralt of Rivia van de Bogen rond. Er lopen allemaal van die fictieve Shrek en Fiona lopen er ook rond. Dus je hebt echt zo'n hele aftakking met Van de Bogert die hele Sims hebben overgenomen met de raarste namen. En ze zijn ook zichzelf aan het voortplanten. Dat is heel grappig. Ja, dat gebeurt dus niet bij mij, want ik heb dus gezorgd dat de aging duurt, heb ik op zijn maximaal gezet. Ah, heel slim. Ja. En maximaal is dan, gaan ze nooit dood? Of? Nou, dat duurt echt fucking lang. Echt super lang. Ik weet niet eens of... Ze kunnen op een gegeven moment wel oud worden. Maar jij haat de bejaarden, dat was het. Ja, wat is dit voor bejaardenhaat? Nou ja, dat is... Laten we dat vooral niet in de wereld helpen, dat ik bejaarden haat. Dus, maar nee, die vind ik qua gameplay in The Sims niet zo leuk, nee. Ik vind het ook een beetje zielig. Ik maakte toen een vergelijking met een oude hond. Dat vind ik ongeveer een beetje hetzelfde. Zeg maar, van, het is een beetje tragisch. Maar inderdaad, ik heb ook iets van 6 huishoudens of zo. En dan zijn er ook nog een paar huishoudens van... mijn ex die ooit Sims heeft gespeeld op mijn account. En die zijn ook nog een beetje overgebleven. Dus die hangen er ook nog een beetje rond. En je kan bijvoorbeeld ook hun verhaal gewoon door laten gaan. Zo van, nou, dat is volgens mij ook nieuw. Je kan nu beslissen van, hun verhaal kan gewoon doorgaan. En ze kunnen bijvoorbeeld ook doodgaan door een ongeluk of zo. Wow. Oh, wat? Echt waar? Ja, maar dat kun je dan uitklikken. Dat kun je zelf kiezen. Zo van, nou, ze kunnen verhuizen. Of ze kunnen, zeg maar, een nieuwe carrière starten. En dat kun je zelf allemaal bepalen. Of kinderen nemen en dat soort dingen. En dan kun je zelf allemaal per gezin bepalen of ze dat mogen, ja of nee. Dat vind ik ook wel vrij briljant. Dus je kan... Ik heb bij een paar... Heb ik best wel heftig, toch? Dat je voor mensen bepaalt of ze kinderen mogen... Je bent een soort god. Ja. Maar dat zijn jouw... ja, dat zijn jouw Sims, man. Ja, tegelijkertijd, het gaat om een game. Ik snap het. Ik wel even... Net alsof ik gewoon tijdens GTA spelen van... Oh, er wordt iemand overreden. Dat is best wel heftig. Oh, die hebben waarschijnlijk een familie. Het is trouwens wel wat ik denk van GTA 6 dat gaat gebeuren. Min of meer. Niet in zo'n extreem... Dat je wordt aangeklaagd als er iemand, dat iemand misschien, een rolstoel in hebt gereden. Dat is een heel overdreven voorbeeld. Maar ja, hey, could be. Wow, ja. Ik denk wel dan wordt die game wel echt een stuk ingewikkelder van. Ja, maar ik denk wel als je gewoon iemand... Ja, ik denk met die social media accounts en zo... Zit je gewoon 90% van de game zit je in de rechtszaal zo te wachten op een uitspraak. Wat op zich een hele vette game zou zijn. Als je zelf inderdaad, dan heb je gewoon... En dat je in Prison Break moet je doen. Je moet jezelf eruit lullen, dat zou wel cool zijn. Nog even ding over Sims nog. Wij hebben dus op ons Sims-account, waar ik net over vertelde, hebben we een bug. En die is permanent, daar komen we niet meer vanaf. Dan hebben we het echt over 100 uur teruggaan in de tijd om de oude save te pakken. Waarin iedereen die op bezoek komt in ons huishouden, taarten gaat bakken. En schijt vervelend. iedereen die langskomt, die gaat direct naar de keuken en begint een witte chocoladetaart te bakken.
En niet iedereen heeft dan die capaciteit om te bakken. Dus dan vliegt de hele keuken in de hens. En we kunnen er niks meer aan doen. Dus het is nu gewoon altijd, dan zit ik op de bank. Dit is zo een Sims-probleem. Ja, dan hoor ik mijn vriendin weer zo. Oh, er wordt weer een taart gebakken. En dan wordt ze helemaal zagrijnig. En dat is, ja, ik vind het echt heel grappig. Maar dan ga je op een gegeven moment wel gewoon geen mensen meer uitnodigen. Ja, nee, maar ze komen ook spontaan langs. Ja, maar dan gaan ze, ja, kan je niet een gastenhuisje bouwen of zo? Dat, ze, dat, ja, dat zou kunnen. Dat, ja. ik een kelder maak ergens waarin ik de keuken zet. Ja, ja, precies. Dus daar, ja, dat zou wel kunnen. Ja, oké, okay, ja. Maar dan moet je zelf ook eten naar de kelder om te koken. Ja, dat is wel vervelend. Ja. Maar, ja, dus ja. Wij opzoeken van, goh, waar ligt dit nou aan? Want het werd een trend. En toen kwamen we dus een Reddit forum tegen waar ze zeiden van, ja, dit is permanent. Je komt hier niet meer vanaf. Dit is voor altijd. Wauw. En al je Sims worden maar dikker en dikker. Er zijn zoveel updates geweest. Die game heeft zoveel updates gehad. Het moet toch wel een keer aangepakt worden als dat een ja, maar dan zit het waarschijnlijk in je save. En dan kom je er niet meer af. Ja, precies. Ja. Nee, precies. Maar ook wel benieuwd naar Sims 5, jongens. Ik hoop dat ze die dat ze gewoon die servers opengooien. Dat je een soort van NPC's krijgt, net zoals bij Minecraft. Dat je elkaar in elkaars wereld kan leven. Wat zag ik nou langskomen op pu.nl? Dat het een grote levende stad wordt of zo? Ja. Sims 5, dat het een gerucht is. Een soort open wereld. Ja, nou ja, Sims is altijd open wereld geweest natuurlijk. Maar volgens mij, hoe nou, ik dat is niet helemaal waar. Is niet helemaal waar. Maar dat je dus een server start en dan jouw huis, dat ik mijn huishouden in jouw wereld plaats. En dat je dan ook die maatschappij krijgt. Maar als jij dan OUYA met Wouter wil doen... Dan gaan moet Wouter dan consent geven voor de OUYA? Of hoe zit dat? Nou, Wouter komt gewoon even een taartje bakken. En van het een komt het ander. Je wil niet weten wat voor mods ik allemaal heb, vriend. Dat... Ik kan me nog dat was echt de coolste middelbare school uitspraak. Ik kan me nog je een streepje herinneren. Je wil niet weten hoeveel mods herinneren. Ik heb, gast. Ken je deze Wouter lore? Echt jaren geleden ging die de Sims streamen en toen stond zijn Naked mod nog aan. Er zijn heel wat ergere mods te verzinnen dan alleen de Naked mod, kan ik je vertellen. Het is echt bizar. Het is gewoon echt, je kan een full-on porno simulator van maken als je if you are so inclined. En dat moet ik natuurlijk just niet might aan. Be. hoewel ik ook niet het idee heb dat EA dat heel erg afmoedigt, is dat een woord? Ontmoedigd, inderdaad. Dat is beter. Ik had je gewoon geloofd hoor, afgemoedigd, ja. Tuurlijk. Maar om even terug te komen op de vraag. Ik denk inderdaad dat je niet snel gaat vervelen. Als je alleen de base game hebt, dat stelt inderdaad niks voor. En daar ben ik ook weer bang voor. Als we straks naar Sims 5 gaan, dan ga je weer terug naar zeg maar, de basis van een nieuw deel. Dan moet je alles opnieuw opbouwen, ja. Ja. Ja, en dan natuurlijk, weet je, er zijn al zoveel uitbreidingen geweest. Een aantal die worden in zekere zin herhaald. Dat gaat gewoon gebeuren. Dat is ook in 4 en 3 is dat gebeurd. Weet je, ik bedoel, sommige komen echt bijna 1-1 overeen. Zoals seasons en fucking pets. Nou ja, pets hebben ze dan verdeeld onder verschillende dieren in Sims 4. Maar uiteindelijk begin je weer vanaf het begin. En dat is altijd het probleem met Sims 5. Ze moeten of de nieuwe Sim... En ze moeten echt wel een goed idee hebben van wat die basis gaat zijn. Dus een open stad zou heel erg awesome zijn. Maar toen ik met Sims 4 begon, had ik zoiets van... Wow, dit is eigenlijk een beetje een teruggang. Of een achteruitgang. Want Sims 3 was eigenlijk al een open wereld game. En dan kon je vrijelijk in- en uitzoomen naar andere... Sims 3 was ook beter, toch Wouter? Of niet? Eigenlijk wel, ja. Ja, dat hoor ik veel. Want nu heb je dus laadschermen tussen verschillende gedeeltes van de wereld. En dat had je toen niet. Dat was één. Maar dat zorgde ervoor dat die heel moeilijk te draaien was op een simpele PC's. En dat is natuurlijk niet de bedoeling bij zo'n casual game als The Sims. En helemaal naarmate er meer uitbreidingen bij kwamen en er nog meer berekend moest worden, was dat echt een insane slurpende game. En daarom heeft hij ook... Ja, ik weet niet hoe lang Sims 3 mee is gegaan, maar niet zo lang als Sims 4. Volgens mij is Sims 4 echt wel de langste lopende sim. Die gaat nu al sinds 2014 of 2017. Volgens mij 2014 zelfs. Dus al 10 jaar mee. Joh. Tot de Sims 5 natuurlijk, want ik denk dat het nog redelijk in de kaarten zit dat het gewoon de Sims gaat heten. Ja, en ja, dat het zou een, kunnen, een live service wordt. Wat eigenlijk de Sims 4 ook is, een soort van live service. Alleen dan moet je wel ook de base game kopen. Ja, iets meer toegankelijke base game. Ja, ze hadden een mobile versie van de Sims. Was al een beetje een soort van... Nou ja, dat was niet live service. Maar wat zijn de... Wat ik heb hier nog die comment van Nakey die zegt van... een handjevol DLC zijn de mogelijkheden eindeloos. City Life en University zijn bijvoorbeeld must-have uitbreidingen. Maar ook... Tiny Living en Eco Lifestyle zijn expansions.
Jeetje, ben het een keer eens met Wouter en begin gelijk allemaal Engelse termen te gebruiken, die echt leuke dingen toevoegen. Wonen op een tropisch eiland of juist in een traditioneel Japanse buurt, het kan allemaal. Je moet er alleen wel de portemonnee voor trekken. Maar worth it. Wat zijn voor jou de must-have uitbreidingen die je moet hebben bij The Sims? En laten we het dan alsjeblieft afsluiten. Ja, daar ben ik dus nog even in met mezelf in over conclave, wat ik vind. Maar ik vind gewoon de bovennatuurlijke toevoegingen heel erg cool. Dus de Sims Vampires en Werewolves en bovennatuurlijke praktijken. Volgens mij heet er eentje zoiets. Maar dat weet ik niet precies. Die vind ik meestal het leukst, want dat zorgt voor heel veel nieuwe koddige animaties. En dat is meestal waar ik goed op ga, op die hele, zeg maar, dorky shit die Sims altijd uithalen. En als je een of andere dorky vampier iemand zijn nek ziet leegzuigen of een dude in een hond ziet veranderen, dat zijn echt unieke animaties. Dat zie je nergens anders. Dat is echt, vind ik heel grappig om mee te experimenteren en zo. Dus voor mij zijn het meer de bovennatuurlijke dingen, maar er zijn ook University Life bijvoorbeeld, heb ik helemaal niet zoveel mee gedaan, want ik vind het een beetje, je moet dan echt naar een ander gedeelte van de game in principe. Je gaat eigenlijk gewoon een nieuw leven aan op school. En dat vind ik altijd een beetje lastig te combineren met de bestaande gezinnen die ik al heb, zeg maar. En ik vind die professions heel veel toevoegen. En ik ben even kwijt waar die ook alweer, in welke add-on die ook alweer bij zijn gekomen. Nou, als je dat allemaal wil weten, ga dan naar pu.nl/sims, geloof ik. Ik weet nog niet of die nu bestaat, maar die ga ik nu maken. En daar staat een artikel van 4000 plus woorden, waarin we alle DLC-rangschikken en alles vertellen wat je nodig hebt. Cheats, alles. Zo, jij werkt zelfs in je slaap of niet? Ja, helaas wel. Ja, ik wil net zeggen. Hij schakelde ook niet naar jouw beeld. Wouter is vastgelopen, daarom dacht ik, neem het woord even over. Yeah. Goed, het is in ieder geval wel een mooie moment om even door te schakelen naar het volgende. En dat is? Het volgende onderwerp. En wat heb jij gespeeld de afgelopen tijd? Ja, ik heb net al een beetje mijn momentje gepakt natuurlijk met Rebirth. Die laat ik even voor. Ja, laten we die even liggen. Want die heb ik ook gespeeld, maar daar hebben we genoeg over gehad de afgelopen weken. Komt wel. Weet je, sowieso bij eindejaars Powerpraat, wat nog wel iets van 7 maanden duurt of zo, gaan we het er genoeg over hebben. Want het gaat mijn lijstje sowieso halen. Maar ik ben ook Rise of the Ronin aan het spelen. En ik vind het een leuke game. Ik zag dat wij op puur dat Dwayne redelijk hoog uitviel met een 8,7 als je naar Metacritic kijkt. En ik dacht, is dit dan een game die Dwayne heel goed ligt? Of waar ligt dat aan? Nou, dat onderbouwt hij natuurlijk prima hoor. Maar toen ben ik het gaan spelen als proefballonnetje. Een keer op zaterdag om 1 uur 's nachts. Omdat ik dacht van nou, Rebirth afsluiten. Ik heb deze code liggen, eens kijken wat het is. En toen heb ik het 5 uur zien worden. En ik heb er hier nu ook al meer dan 20 uur in zitten. Holy in Rise shit. Of the Ronin. Een grandioze game die speciaal uitblinkt in de combat. Maar er is één ding waarvan ik, dat vind ik echt even benoemen. Dat vind ik zo'n compliment waard aan Team Ninja. Ze hebben het voor elkaar gekregen om mij het gevoel te geven dat ik onredelijk druk ben in die game. Dat ik onredelijk hard ren in dorpen. Dat ik onrustig ben. Dat ik niet zoveel hoef te springen. Of op de daken hoef te lopen. Hoezo? Hoe geven ze jou dat gevoel? De eerste reden is de destructibility. Alles behalve de gebouwen, lantaarnpalen, kleine huisjes en tierenlantijntjes langs de weg. Alles gaat kapot als je er doorheen rent. Wat je normaal gesproken doet, want je rent gewoon door je pook te bewegen. Dan ren je al, loop je al harder dan iedereen. En alles gaat kapot met heel veel bombardie. En zie je al die mensen kijken van, yo, ga eens rustig aan. Die hoeft niet zoveel haast te hebben. En dat ondersteunen ze met een van de fetch quests. Dat is dat je alle katten moet aaien in de stad of in de wereld. Ja. En die katten die zijn ook schichterig. Dus als je het stadje binnenkomt. Maar je bent toch een ninja? Hoezo ben je dan een of andere olifant in een porseleinwinkel? Ja, dat is dus wat ze op je overdragen. Ze van, joh, misschien moet je iets rustiger doen. Of even op je tellen passen wanneer je in de stad bent. Want als ik nu ga rennen en die kat zit 2 huizen verderop, dan is die kat al alert. Die hoort dat al. Want iemand is dingen kapot aan het maken. Of je heeft heel harde voetstappen. Dus je moet. Maar niet alle katten toch? Niet alle katten. Sommige, ja. Dus dan moet je gewoon heel normaal als een burger de stad binnenlopen. En dan dat huisje stealth ingaan. Dan schrikt hij niet toch. Als je binnenkomt rennen zoals ik, even paraplu uit, stadje binnenvliegen, 3 lantaarnpalen kapot knuffelen. En dan dat dorpje zo binnenkomen. Paraplu uit, lopen. Je bedoelt die glider? Ja, paraplu glider, weet ik veel. Dan is dat dus niet.
goed. En die hele game is erop ingericht om mij het gevoel te geven dat ik gewoon rustig aan moet doen. Ik hoef niet te rennen in steden. Terwijl dat juist mijn kryptonite is, de reden waarom ik Red Dead 2 nooit heb uitgespeeld. Is omdat ik fucking moet lopen in dorpen. En dat echt het bloed onder mijn nagels vandaan haalt. En deze game heeft dus voor elkaar gekregen om mij daar iets meer bewust van te worden. Maar in Red Dead hoef je toch niet te lopen in ja, dorpen? Absoluut wel. Absoluut. En zo'n onzichtbaar muurtje loop je doorheen en dan moet je ineens zo als een burger door die stad heen lopen. En dat duurt mij te lang. Hè, dat kan me ook helemaal niet herinneren. Nee, ik heb toch wel die hele game helemaal uitgespeeld. Je kan toch gewoon op je paardje er gewoon doorheen stampen? Waar is dat alleen? In je kamp, ja. Ja, dat, in je, ja in je, niet in je stad. In je gewoon oh, in je basecamps. Kamp. Oh, ja. Nee. Niet in Valentine of zo. Nee. Nee, oké. Okay. Maar dat vind ik echt heel erg vervelend. En deze game heeft dus voor elkaar gekregen om mij te laten realiseren dat het best normaal is om gewoon je tijd te nemen. En dat je niet, dat je hier ook niet in Haarlem ineens door allemaal burgers heen gaat springen en rennen uit het niets. Dus dat vind ik een hele leuke dimensie. En ik vind ook dat dat switchen tussen characters heel goed werkt. Je wat? Kan... Zit er meerdere characters in, Rise of the Ronin? Ja, je moet er 2 customizen op het begin. Dus je maakt een man en een vrouw. Nou, spoilers. Ja, maar die raak je al vrij snel kwijt, hè? Dat is een spoiler. Well, zal ik hem dan overspoilen nog? Als mensen denken van fuck it, één gaat dood, ja, don't do it. he's gonna come back. Komt hij weer terug, maar dat zat er ook dik in natuurlijk. Eigenlijk is het allebei geen spoiler, maar eigenlijk ook wel of zo. I don't know. Als je een beetje goed nadenkt, dan snap je wel hoe het gebeurt. Maar die ik zei was meer een spoiler dan die jij zegt. Ja, ja en je bouwt dus ook vriendschappen op door de game, door missies en zijn missies te voltooien. En die compagnons die kan je dan meenemen in missies, als het ware. Dus die zijn dus een beetje hero-based. De een heeft een longsword en heeft een handige vaardigheid op L1 vierkantje. Dan. Dus daar ga je een beetje mee spelen en zo leer je, zo bouw je dus een beetje een fellowship op, een party op. En dan ga je kijken wie wil ik wel en niet gebruiken. En dat seamless switch is fantastisch. Weet je, ik kan zeg maar al mijn chi gebruiken of mijn ki gebruiken, dus al mijn speciale aanvallen gebruiken om iemand zijn parry te breken, dan snel switchen naar iemand die nog vol stamina hebt en hem dan afmaken. Ik dacht dat het juist meer zeg maar een ouderwetse Team Ninja game was, dus dat je gewoon één poppetje was en that's it. En ja. Je bent in je eentje. Maar nu je hebt meer een party dus. Je bouwt een soort van party op. Je kan niet in elke missie switchen. Een beetje Final Fantasy-achtig eigenlijk, dat je verschillende... Ja, nou ja, uiteindelijk denk ik wel. Ja, het is niet zo dat je bij elke missie je party hebt. Dus het zijn wel de specialere missies, de hoofdmissies waar je dus met je groep op afgaat. Maar dat switchen vind ik heel erg leuk. En ja, laat het maar een Team Ninja over om een game te maken waarbij de combat echt om je vingers bij af te likken is. Fantastisch. En... Laatste puntje over Rise of the Ronin. Wat ik heel tof vind is... Feodaal Japan hebben we inmiddels een paar keer gehad. We hebben natuurlijk heel lang dat probleem gehad van... Hey, we willen Assassin's Creed in Feodaal Japan. En toen ineens kregen we Ghost of Tsushima... en nu Rise of the Ronin. En Sekiro was niet al te lang daarvoor ook. Dus ja. We kennen die games wel. Dus ik dacht, hoe gaat deze zich onderscheiden? En nou, dat komt er dat ze niet... Bij Ghost of Tsushima heb je natuurlijk veel open wereld. Je gaat van dorp naar dorp... en dan is die traversal misschien een kwartier à 20 minuten. Ja. En Rise of the Ronin is gewoon voornamelijk steden. Echt grote steden ook. Dat je soms gewoon 10 minuten doet om Yokohama, een stad, door te kruisen. In principe is bijna die hele open wereld is gewoon dorp of stad. En dan komt dat over de daken heen lopen... en een ninja zijn er wel verdomd goed uit, zeg. Oké. Okay. Die game was ik dus ook wel verder gegaan... waren het niet dat Unicorn Overlords de hele tijd naar me schreeuwt. Maar ik denk dat ik deze ook nog wel verder op ga pikken... omdat ik me gewoon op ik speel hem dus op noob mode. Dit staat ook in de pu. Ik heb dit allemaal toegegeven. Want zelfs hard... Jij bent toch de hard mode, man? Ja, nee, maar in dit geval had ik zoiets van... Weet je, ik ga waarschijnlijk weer... Ik voel dit soort games op die hogere moeilijkheidsgraden... net niet genoeg om er goed in te kunnen zijn. Ik voel de timing niet helemaal. Ik voel... pareren is altijd een probleem bij me. Ik weet niet... Ik kan niet de split-second beslissing maken of ik pareer of niet... En dan doe ik allebei, weet je. Dan ga ik en rollen en pareren. En that doesn't work. Maar je kan, dus hier kan je gewoon blokken, hè? Dus dat maakt het wel echt een stuk makkelijker. Je kan zowel parry als blokken. Ja, maar dat zijn dus 3 beslissingen die je kan maken. Ja, oké, fair enough, ja. En ik maak altijd de verkeerde beslissing. Of ik kan niet, weet je, kiezen tussen de 3 of whatever. En dat is hoe ik mezelf altijd dood krijg. En ik dacht, for once, laat ik mezelf gewoon niet een hartaanval bezorgen. Laat ik mezelf gewoon even geen... Tia geven en laat ik dus... En ik vond het ook uniek trouwens dat het voor het eerst echt een easy mode op zat. Want dat heb je meestal niet in dit soort dat games. Is vaak Souls-like zijn gewoon... statische moeilijkheidsgraad. Ja, Souls-like zijn gewoon van get good, weet je. In dit geval was het van you can be bad if you want to. En toen dacht ik van nou, dan ga ik gewoon even slecht zijn. En ik moet zeggen dat het
me daarom wel te veel aan een Assassin's Creed deed denken. Ja. En het lijkt ook bijzonder veel op Assassin's Creed Odyssey trouwens, die game. Daar heb ik ook een stukje over geschreven in de PU over alle overeenkomsten. Met name dat je bijvoorbeeld dat je ook een tweeling bent hierin. ook in Assassin's Creed zo. Syndicate. Die Twin Blade, ja. Yeah. Nee, in Odyssey ben je dat ook. Ja, Syndicate zou ook kunnen, dat weet ik eigenlijk niet. Valhalla toch ook? Of is dat gewoon hetzelfde personage? Oh, dat is hetzelfde mij is dat hetzelfde personage in Valhalla. Gelijk, inderdaad. Ja. In Syndicate heb je Jacob en Evie, toch? Eva? Ja. Ja, precies. Ja. In Londen. Zijn die ook beide speelbaar dan? Want die heb ik ook. Ja, die zijn beide speelbaar en die hebben beide een andere soort van gameplay ook. Hij is meer een brawler. Ja, ik bedoel vooral qua animaties en zo en qua, zeg maar... De graphics ook. En het is niet de allermooiste game ever. Het is eigenlijk best wel ondermaats qua graphics, vind ik. Rise of the Ronin. Maar in Odyssey kies je toch één van de twee? Het is toch niet dat je... Ja, klopt. Ja. Ja, hij is niet, misschien technisch niet de meest beste game of zo. Maar soms dan loop je en dan ineens dan heb je de prachtige visie daar op je scherm. En denk je echt van, wow, dit is echt een supermooie game. En dan loop je 3 meter verder en dan begint hij te haperen. En denk je, misschien toch niet. Ik denk niet dat hij zo lelijk is als men zegt. En de vergelijking met Assassin's Creed zie ik wel. Maar in Assassin's Creed is alles zeg maar interactable. Zeker sinds de reboot. Dat je alles kan klimmen. Ook muren en zo. Dat hij dan direct overgaat naar die klimanimatie. En dat het in Rise of the Ronin nog wel losse animaties zijn. Dus je springanimaties is een springanimatie. Kijk maar of je dat rotje opkomt of niet. Als je dat niet redt, dan zweef je even tegen de muur en val je weer neer. Net zoals bij Assassin's Creed. Wanneer je dat allemaal goed leert inschatten, speelt dit veel vlotter dan Assassin's Creed, waardoor ik dit leuker vind. Maar dat sowieso. Ik bedoel, de gameplay is sowieso beter dan Assassin's Creed. Of tenminste, uitdagender sowieso. Maar dat is het hele ding. Omdat ik het op story mode speel, is het een stuk minder uitdagend. En doet het daar gewoon veel meer aan denken. Omdat ik eigenlijk net zo doorheen rag als in een Assassin's Creed. Ja, snap ik. En omdat ik amper tegenstand heb. En dan, weet je, dan is de overeenkomst wel heel erg duidelijk. Ja. Maar goed, dat is mijn keuze geweest. En ik zou het ook zeker niet aanraden aan wie dan ook. Tenzij je echt zoiets hebt van, ja... Ik ga ook waarschijnlijk op de eerste eindbaas of de tweede eindbaas 3 dagen blijven hangen. En daar heb ik helemaal geen zin in. Dat ik vind hem relatief makkelijk, als ik eerlijk ben, op hard. Op hard speel je hem zelfs? Ja, ik speel hem moeilijkst en ik vind hem relatief makkelijk. Het is, Want je hebt Dusk, Dawn en Twilight. Nog één. Twilight, ja. Ja, ik speel op Twilight en ik ga... Ja, dat is dan niet een flex, maar nagenoeg niet dood. Dus... Oh, Jezus, nou, dat vind ik wel echt een flex. Knap. Dat is wel een flex, ja. Ja, maar ja, ik ben ook wel een echte Team Ninja man, dus in dat opzicht... Ja, ik wist totaal niet. Ik ben nog eerder een Souls-like man of een From Software man dan een Team Ninja man. En een Souls-like man ben ik al, een From Software man ben ik al verre van. Dus, dat was een mooi, mooi rijmpje. Een From Software man ben ik al nauwelijks man. Oké, <Okay. laughs> dat was dus wat ik gespeeld heb. Ik weet niet of jullie het gemerkt hebben, ik denk het wel, maar mijn Discord valt om de 5 minuten uit of zo. Het is freaking irritant. Dus als ik straks weer niet reageer, dan ben ik mijn Discord weer voor de 4e keer aan het opstarten. Ja, volgende keer kom je gewoon weer langs, afgesproken. Prek genoeg hier. Ja, dat lijkt me een goed idee. Je had gewoon met mij mee kunnen rijden ook. Alleen dan moest je wel blijven tot 12 uur 's nachts voor het NK. Maar dat had je wel leuk gevonden. Ja, dit klinkt wel als Wouter inderdaad. Ja, die gaat graag naar een soort van e-sports toernooi kijken. Ja, dat is leuk. Ja, dat is wel zijn ding. Ook echt. En het is ook nog eens voetbal, Wouter. Dus dat is... Oh, wauw. Ja. Niet meedoen en alleen kijken. En nee, dat klinkt als een droom. Wat jammer. Dat gemist. Maar heb jij buiten... Nou, dan mag Wouter jij is weer weg. Nou, ik heb dus wel Dragon's Dogma 2 gespeeld. Jij bent Dragon's Dogma 2 gespeeld. Ja. Oké. En eerlijk gezegd... En eigenlijk moet eigenlijk even wachten. Ik heb ook gespeeld, hoor, denk ik, zeg maar. Dus ik kan over meepraten. Eigenlijk was ik heel erg boos over de microtransacties. Van het, geen plek hebben in een full-price single-player game. En dat vind ik nog steeds. Ik vind het belachelijk. En het feit dat erin zit, vind ik gewoon eigenlijk een beetje schandalig. En ik hoop dat er gewoon veel outcry over is geweest, waardoor die uitgever, Capcom in dit geval, denkt van, jongens, misschien moeten we het toch niet doen, want het is zo'n zonde voor de slechte... voor de slechte naam die zo'n game krijgt daarvan. Het is echt iets wat ze niet nodig hadden ook. Ja. Oh, hebben we het over Dragon's Dogma? Ja, we hadden het even over Dragon's Dogma. En ik kleedde me even zo mooi in dat jij er ook nog bij kon zijn. Ja, dat deed je goed. Maar daar hadden we het dus vorige keer over die microtransactions. En er was natuurlijk op de PC is er ook heel veel gezeik geweest vanwege de
compatibility van die game. Die is niet overal even goed gefine-tuned, zodat zelfs op best wel oké specificaties draait hij gewoon slecht. Okay. Dus wat dat betreft een beetje een valse start. Ondanks dat Marvin er wel echt een goede review over heeft geschreven. Maar Marvin zegt ook dat hij als reviewer een lijstje had gekregen van die microtransactions die erin zouden zitten. Is dat zo? Dus dat mensen zeiden van, oh, dat is belachelijk, want de reviewers wisten dat niet. Dat is in ieder geval niet waar, zeg maar. Ja, maar er was een gedeeltelijk lijstje, toch? Nou ja, ik begrijp gewoon niet waarom je in een full-price single-player game microtransactions stopt. Ook al is het een game waarbij je gewoon eigenlijk alles... Ja. Met gewoon een beetje normaal gamen, dat je het dan allemaal kan halen. Waarom zet je het er dan in? Het is gewoon een gateway drug naar straks, dan heeft die uitgever, die heeft dan zoveel tractie bij een developer. En die gaat dan zeggen, jongens, we willen dat de microtransactions, dat we daar meer op gaan verdienen in deze game. Dus je moet de dingen wat meer grindy maken. Mm-hmm. Dat gaat straks gebeuren. Ja, dat klinkt wel als een logisch gevolg. Er is geen andere... Ik denk aan Shadow of Middle Earth was het destijds. Mm-hmm. Die had ook zo'n Shadow rare... Shadow of Mordor. Die tweede. Die op de PS4? Ja, je had eerst Shadow of Mordor inderdaad. En daarna had je dat vervolg. Yeah. Shadow of War. Shadow of War inderdaad. En daar scheen ook echt een hele rare... constructie in te zitten, dat je op het einde super hard moest grinden en dat je... Ja, dat, ja, ja, rings a bell. En dat je het uiteindelijk... En dat was ook gewoon een full-on single-player game en ook gewoon een full-price single-player game en die was echt totaal niet ingericht ook op microtransactions. En toen hadden mensen ook zoiets van, oké, wat is dit nou weer voor rare... En dat klinkt een beetje hetzelfde als in Dragon's Dogma 2, waarvan je ook denkt, hoe, waarom... Dit is een rare commerciële... Het is gewoon een rare zet. En dat is gewoon met name de uitgever die dit heeft gedaan. En het slaat helemaal nergens op. En ik hoop gewoon dat ze hier zo hard het deksel van op hun neus hebben gekregen... dat ze het nooit meer gaan doen. Maar ja, iemand die wees me er ook al op dat ze bij de vorige... hoe heet die game ook alweer? John Deere. Nee, het is... Oh, kut. Puntje van mijn tong shit dit. Die ene guy met zo'n lang zwaard. Capcom. Beetje Bayonetta, maar dan niet Bayonetta, maar... Nou, hoezo weten we dat dan niet? Lang zwaard is iets specifieker dan... Echt een lang zwaard. Zo'n Bayonetta-achtige game, maar dan van Capcom. Sephiroth-achtig lang. Bayonetta-achtige game van Devil May Cry. Devil May Cry. Oké, ja. Die schijnt dus ook al dat te hebben jarenlang. Dus ik kreeg letterlijk... die argumentatie in me op mijn Twitter van... ja, maar Devil May Cry heeft het ook. Ja, vind ik het ook kut. Dat is nog steeds kut, ja. Ja, het is echt... Kut, ja, man. Nou goed. Maar ik had dus eigenlijk al heel veel zin om Dragon's Dogma 2 te spelen. Dat was wel echt een minder iets waarvan ik denk van... jongens, waarom doe je dit nou? Het is toch nergens voor nodig? Dragon's Dogma 2, ik start het op. Ik vind het leuk, jongen. Ik vind het echt leuk. Ik vind het fantastisch. Weet je waarom? Je kunt gewoon achterop iemand springen en in zijn rug steken. Ik vind het zo leuk. Dat is wel leuk, ja. Dat is zo fantastisch. Je kunt, je hebt companions. Ja, die zijn zo mooi. Pawns heette die. Ja, die zijn echt leuk. En dan, ik had ook per ongeluk dat ik echt een van mijn pawns in zijn nek sprong. Echt vol op de grond pinde zo, omdat ik hem vastpakte zo. Dat is echt heel grappig. Je kunt ze oppakken, je kunt ze naar de overkant gooien. Oh, wat vet. Dat soort shit, jongen. Ik vind het fantastisch. Hoezo, zijn het veel, veel kleinere mannetjes dan dat jij bent of zo? Nee, je kan dus ook inderdaad goblins, dus wat kleinere tegenstanders, kan je ook gewoon oppakken. Als je ze gewoon even stunt hebt, dan pak je ze op en kun je ze wegpleuren. Kun je ze op iemand anders gooien. Het is maar echt super grappig. Daar kun je ook mee smijten. Met je pons kun je ze ook smijten. Wat ik dus had, ik was op zoek naar een manier hoe ik ergens... er was zo'n trapje en dan kan je dan in hoe heet die nou? Horizon Forbidden West, kan je op de trapje... schieten en dan zakt hij naar beneden. Ja. Dat werk. Dat kan je hier niet doen. Dus ik moest een andere manier vinden. Toen dacht ik van, nou, wat als ik aan de overkant van dat trapje, daar heb je dus een soort van rots. Dus daar ben ik opgeklommen. En toen, ik kon die jump niet maken. Dus dat vond ik heel irritant. Vervolgens dacht ik, ja, fuck this shit. Dus ik pak een van mijn
mijn companions op en ik gooi die naar de overkant. En ze van, hè? This works. Trouwens. Dat blijkt ook. Wel een beetje onrealistisch. Ik bedoel, als ik zelf die jump niet maak, maar ik kan wel iemand naar de overkant gooien. Ja, dan moet je er iets mee doen. Dan moet je er iets mee doen. Dan moet je professioneel gaan. Maar dan ben je mij ook kwijt. Hallo, ja. Wat is dit voor physics? Ik moet wel eerlijk zeggen dat de frame rate is 30 fps. En dus Florian hier niet. Maar die is al een paar keer leeggelopen over die 30 fps van Final Fantasy. Maar ik vind het wel zonde dat je het soms op de PlayStation niet even zo'n framerate tracker aan kunt zetten. Want de 30 fps in Dragon's Dogma 2 zijn andere 30 fps dan in Final Fantasy VII Rebirth. Want in Final Fantasy VII Rebirth werd ik er letterlijk misselijk van. Klopt, dat was echt niet te doen. Dat was echt niet te doen. Maar dan is hij waarschijnlijk toch gewoon niet constant of niet stabiel 30. Ja, dat denk ik dus ook. Maar volgens Florian heeft dat te maken met motion blur. Maar motion blur moet je sowieso direct uitknallen, toch? Ja, maar dat kon dus niet in Dragon's Dogma 2. Maar stel je voor dat je motion blur uitzet. Heb ik nog naar gekeken, ja. Maar volgens mij hebben ze net een update gedaan. Als je dan de motion blur uitzet, dan zou het dus wel kunnen dat je er weer misselijk van wordt. Omdat die dus... Right. Dan, ja, omdat je dat compenseert. Dan gaat het minder FPS. Soepel. Oké. Ja, ik vind het wel storend bij Dragon's Dogma 2. Ja, ik snap het. Maar Ik kon er redelijk snel aan wennen. Okay, ja. En ik heb nu gewoon vooral veel plezier met die game. Ook omdat het zo gekkig, koddig gamepje is. Ik vind het heel erg leuk. Ja, het is echt een wereld. Je duikt in zoiets compleets. Ja. Ik vind het gek dat het zo anders is dan één. Want één heb ik niet heel veel mensen heel enthousiast over geworden zijn. En ik heb hem zelf echt, volgens mij, ik begon die game en toen kreeg ik een tutorial. En toen was echt een van de eerste dingen die ik deed, moest ik ongeveer, nou het voelde als een half uur voor lopen. En toen was ik er al vrij snel klaar mee. Toen dacht ik echt van, jemig, als ik echt zoveel moet lopen in deze game, dan heb ik echt geen zin in. En het voelt ook allemaal een beetje saai en persoonlijkheidsloos en... het voelt een beetje als een hele goedkope JRPG-versie van een westerse RPG, zeg maar. Maar dus, dat is wel, denk ik, een beetje wat het is. Ja, maar tegelijkertijd maakt dat ook wel weer heel erg charmant. Ik vond het... ik vind het karakterontwerp van die... vond ik niet geweldig. Ik vind het er niet fantastisch uitzien. Maar ik vind de omgevingen wel weer op momenten dat je denkt van... oh, wauw, dit is wel echt heel tof. Framerate, op een gegeven moment kwam ik wel bij een waterval terecht en toen dacht ik, oh, hij volgens mij dipt hij er nu wel onder, zeg maar. Dat is wel een beetje jammer. Pun intended, of dat niet? Dat je bij de waterval kwam en dat je even eronder dipte. Hij dipte hem onder de waterval. Nee, dat was geen pun intended. Oké. Okay. En je kan niet in het water vallen, want dan is er... Dat is wel... Dit ook niet pun intended? Het is wel een pun intended. Okay. Maar je kunt letterlijk niet in het water vallen, omdat... dan denk ik wel van, oké, maar waarom kan je niet zwemmen? Ze hebben dan iets bedacht dat je dan een soort van parasiet wordt opgegeten. Ja, dan word je zo water. Met handjes naar beneden getrokken of zo. En dan denk ik van, ja, maar waarom? Maar wacht, is dat niet gewoon iets dat je moet ontwikkelen? Dat je daar op een gegeven moment iets op vindt en dat je dan geen wel kan idee. Zwemmen? Zover heb ik je nog niet. Het wordt wel echt mij niet. In je introductiemissie als een soort van key element laten zien of zo. Ja. Dat je van, jongens, je kan niet zwemmen. Kijk, je gaat dit kan dood. Echt niet. Dat moet dit. Maar dat kan toch ook een manier zijn om een soort van stukje Metroidvania tegenaan te gooien? Van, op een gegeven moment heb je de parasietpil en dan kun je overal heen zwemmen. Ik denk niet dat is. Want okay. Denk dat stond ook niet. Maar in de ik weet niet. Van Martin. Okay. Maar goed, ik heb gewoon enorm veel plezier gehad. En dat is omdat het een beetje zo'n gekkige game is. Het is echt wel een gekkige game. Ik vind het gewoon leuk om dingen vast te pakken en ermee te gooien. Dat is denk ik wat ik hieruit kan halen. En ik wil meer van dit soort games. Is dat jouw geheim? Ik zou aan Legolas en Gimli denken als je het daarover hebt. Ja, maar dit is Aragorn wel, en Gimli, maar, come on. Kijk, ik weet je, Shadow of the Colossus is natuurlijk een ding. Don't tell the elf. Shadow of the Colossus is natuurlijk een ding. Maar op een gegeven moment kwam ik er dus... toen dacht ik ineens van... Oh, wacht even. Ik heb gelezen dat je
op je tegenstanders kan klimmen. En, ik wist dat ook echt nog niet gewoon. En vervolgens kom je zo'n ogre tegen, zo'n troll. En die begint met een beetje zo'n Harry Potter troll eigenlijk. Hè? Dus die gaat zo met zo'n knots. Ja, gaat hij even met een knots, ja? En toen dacht ik, ik ga het even proberen. Dus ik sprong hem op zijn rug. Hij heeft ook wel een knots. Dat ben ik wel. Ja, toch? Wel, ja. Net zoals dat een goede giant een mammoet heeft. Weet je, ik bedoel, dat zijn gewoon de regels waar je niet vanaf kan wijken. Een goede giant. Nou, je bedoelt in Game of Thrones. Wow. Ook, en in Elder Scrolls overal eigenlijk. Ja. Ja. Maar ik dacht van, ik spring die gast op zijn rug, jongen. En dan moet je dus wel, je hebt wel dat stamina balkje, zeg maar, wat je met Breath of the Wild hebt. Maar dat is toch vet, jongen. Dat je op een wat groter... En dan op een gegeven moment dacht ik van, ik word de hele tijd afgegooid, omdat mijn stamina te klein is. Ik denk, ik ga op zijn hoofd staan. Dat ik ze op zijn hoofd in te hakken, jongen. Het is echt heel grappig. Dus dat alleen maar maakt het voor mij al de moeite waard. Wat ik wel jammer vind, en dat heeft Capcom eigenlijk zelf gedaan, is dat er nu heel veel kritiek op is natuurlijk vanuit de community. Ik zag ook mensen onder onze tips video allemaal posten van, je kan hem ook gewoon niet spelen, het is kut game. Maar wat is dan, waarom? Wat is, er zijn heel veel mensen die... Hij is een sterke fucking argumentatie trouwens. Ja, je kan hem ook gewoon niet spelen. Ja, dat is wel echt de beste argumentatie ooit. Ja, oké. Laat ik vooropstellen, dat is een beetje onzin Sorry. Natuurlijk. Je weet het, ik had ook kritiek op de game, maar dat wil niet zeggen dat ik hem nog wel een kans wil geven. Ja. Gewoon hoe de game zelf is, daar ben ik niet achter. Ik vind het heel leuk. Wat is die andere kritiek dan? Waar hebben zij het dan over? Nou, de performance problems op PC en de microtransactions, daar is best wel veel heat op gekomen. Ja. En begrijpelijk ook, maar er zijn nu heel veel mensen, en dat is gewoon echt de eigen schuld van Capcom, die gewoon de game geen kans meer gaan geven vanwege dat. En, is dat de schuld van Capcom? Is dat de schuld van... Die mensen weten ook niet wat ze missen. Dus ja. Ja, maar goed. Ja, maar er zijn best wel veel games die je kunt kopen, toch? Ja, nee, zeker. Ik bedoel, er is op dit moment zeker genoeg concurrentie. Niet iedereen die gaat toch gewoon alle games kopen die uitkomt. Je gaat op een gegeven moment een beslissing maken over wat je wil kopen, wat je niet wil kopen. Ik vind dat nu actueler dan ooit. Alleen op één dag al had je Princess Peach, Showtime, Rise of the Ronin en Dragon's Dogma. Ja, die ga je niet alle drie kopen. Nee. Dus ik snap dat wel, ja. Dus als je dan... Ik heb er zelfs maar eentje van gespeeld, weet je. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je niet... Ja. Het zijn wel heel erg drie uiteenlopende games wat dat betreft. Nou, dat is niet helemaal waar. Want Rise of the Ronin en Dragon's Dogma 2 zijn allebei Japans insteek games met grote open werelden. En heeft Dragon's Dogma 2 ook moeilijke combat of valt dat wel mee? Wat ik heb encountered was nog niet heel lastig, maar wel gewoon heel leuk. Wel echt wel leuk. Ja, wel een leuke combat. Ja. Oké. Okay. Maar goed, ze hebben denk ik daar gewoon een beetje hun eigen vingers gesneden. Dan, ja, misschien hebben ze de bal een beetje laten vallen. Maar aan de andere kant, ik denk dat we met z'n allen, en ik weet niet, dat zeg ik voorzichtig, ook niet per se hadden gerekend op een dusdanige hoge score voor Dragon's Dogma 2. Nee, absoluut niet. Want hij is wel erg positief uitgevallen. Dus ja. Maar ik moet wel zeggen dat als ik zelf al bij een waterval een enorme frame drop heb, als ik dan in een groot gevecht met een draak zit, weet ik niet in hoeverre me dat nog lang gaat bekoren, zeg maar. Ja. Dat kan ik me wel voorstellen. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden als je nog. Maar jij speelt hem ook op PC'tje? Nee, ik speel hem op PlayStation 5. Ja, ik ook. Wat ik gewoon heel erg leuk vind aan de twee is dat je zo je fantasie erop los kan laten gaan. Alleen die companions maken. Ik had er eentje gemaakt, dat was Waddingsveen. Dat was een hele dikke kat heb ik gemaakt. Ja, dat vind ik mooi. Wat? Ik heb dus ook... zo heet hij. Dat is een mooi Mijn hoofdpersonage heet Dikke Poes. Ja, jij hebt ook of een Bolle Poes. Bolle Poes, ja. Nee, ik heb Waddingsveen. Bolle Poes is wel beter dan Dikke Poes. Dat is wel echt een goede verbetering daar. Ja. Maar het is wel grappig. Hij heeft ook, zeg maar, zo'n oogje is helemaal dicht. Oh, heb je een dik oog? Met een litteken. Oh, dat is wel zielig. Ja, waarschijnlijk had hij dus... Dat klinkt een beetje als die katten uit Monster Hunter, die laatste Monster Hunter. Is dat speel ik niet. Ik weet altijd niet hoe die beesten heten. Pokus of zo? Ja, inderdaad. Die hebben mijn eigen... Ben je ook Monster Hunter man? Niet Monster Hunter man, maar ik heb wel Monster Hunter World uitgespeeld, ja. Oh. De meest omslachtige multiplayer modus ooit. Nog steeds wel eens van wakker schrik. Dat je dan een nieuwe wereld in moet iemand gaan. Die op de Switch speelt. Dat is wel... Switch bestaat niet eens online. Dat bestaat gewoon niet. Dat zijn twee andere delen in mijn hoofd.
Okay. Maar dan moest je eerst een paal zoeken en dan moest je elkaars party joinen. Ja, dat was super omslachtig, maar wel een echt een paal joinen. Idee. Ja, je moest zeg maar eerst het level selecteren waarin je monster wil slaan. Dan kom je daar aan, dan moet je daar een paal zoeken en dan moet je maar iemand inviten. Dit is toch precies hetzelfde in Elden Ring, of niet? Ja, maar je gaat toch ook Elden Ring in je multiplayer spelen? Nou, Wouter ja, heeft dat wel gedaan. Ja, ik heb Melania met z'n drieën verslagen. Hey. Cody loopt weg. Nu heb je hem weggejaagd. Nee, die zien we ook nooit meer. Ik hoor jullie nog wel, maar ik ben wel weg. Nee, je bent er nog hoor. Oh, oké. Okay. Melania met z'n drieën verslagen. Is Cody weg? Oh. Ja, Cody liep weg omdat hij het niet eens is met jouw beslissing. Hoe ga je nou Melania met z'n drieën verslaan? Hij speelt Rise of the Ronin op noob level. Ja, dat is wel waar. Ja. Ja, maar het past niet in Wouters profielschets. Nee, ja, er zijn gewoon bepaalde... Ik kan westerse games spelen, ik heb hogere moeilijkheidsgraden. Maar Japanse games, die klik, die heb ik niet of zo. Want op een of andere manier hebben zij een andere idee van hoe... gameplay op logische wijze werkt. Nee, de input is heel direct. Niet. Ja, ze gaan het niet mooier maken voor je dan het is. Als je vierkantje doet, dan doe je die slag. Over, ja, en over Japanse gewoon... games gesproken, Stellar Blade. Oeh, heb je die demo gespeeld? Ik heb hem niet gespeeld. Dat maar schijnt best wel over. Een dingetje te zijn. Ja. Die, dat een beetje Sekiro-achtige gameplay is. Zag ik langskomen. Oh, dat is wel lekker. Oh. Ja, ik heb hem nog niet gespeeld, maar ik ben, daardoor is mijn interesse zeker gewekt. Ik heb best wel wat... mensen met vergelijkbare games maken er vrij positief over gehoord. Dus, ja. En ik dacht dat het veel meer een JRPG zou worden. Maar als ik het zo hoor, lijkt het bijna een... Ja, volgens mij meer een actie slasher ding. Geen idee. Heb je... Wouter is weer leeg. Wouter is weer gone. Ik draai me om iets tegen hem te zeggen. Ja, nou ja, misschien is dit dan wel een mooi moment om te zeggen dat er een nieuw puur in de winkel ligt, gezien Wouter weg is. Ja. Hey, nieuw puur. Oh, daar is hij. Heb jij nog andere dingen gespeeld dan Unicorn Overlord, Wouter? Of ben je helemaal uit... En de Sims 4, hè? En de Sims 4 ja. Veel. Oh ja, maar wij hebben nog wel dat waren een beetje de twee dingen eigenlijk, ja. En de Helldivers speel ik nog steeds zo af en toe. Oh, oké. Okay. Dat wil ik... eigenlijk meer in mijn leven spelen, want ik vind dat best wel fantastisch. En ik ben... Ik vind het ook nog... Het heeft zo'n lange... je kunt er zo lang mee bezig zijn door die, zeg maar, die Galactic War die op de achtergrond... Ja, leuk gedaan, man. De voorgrond. Ja. Dus heeft dat nog echt wat impact of is het meer een wassen neus? Wel meer wassen neus, denk ik. Ja, het is deels een wassen neus, maar het heeft best wel... Er zijn wel... ik zag laatst een nieuwsbericht langskomen van... Hey, deze nieuwe frontlinie was geopend en dat was binnen zoveel tijd was dat helemaal verslagen of zo. Dus het heeft wel... Okay. Het zorgt wel voor een soort van... een cohesie. Extra laag. Ja, en ja. Het zorgt er ook wel voor dat je... extra hard je best wil doen om zeg maar... goed te zijn of zo. Snap je wat ik bedoel? I don't know. Ja, ik snap absoluut wat je bedoelt, ja. Dat past een beetje. Ik vind het veruit de beste multiplayer-only game die ik in tijd heb gespeeld. En welk level ben je? Ja, mee eens wel. Ja. Wat ben ik nu? Ik ben volgens mij level 20 of zo, ben ik nu. Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd naar... Ik weet niet of die max er al zijn, maar ik heb ze nog niet in ieder geval. Daar ben ik heel benieuwd naar. En ik ben sowieso benieuwd naar alle mogelijkheden. Wat ze hier nog allemaal mee kunnen doen is best wel eindeloos, weet je. Ze zouden zelf nog een nieuwe alienras in... Natuurlijk gaat dat gebeuren, ja, nee, absoluut. Dat gaat sowieso. Je gaat ook nog hybride planeten krijgen waarin je tegen Max en aliens vecht. Dus in dat opzicht is sky's the limit. Maar ik heb wel het idee dat ze nu moeten doorpakken. Want mij zijn ze al kwijt. En ik zit in level 28 of zo. Ik had enorm naar mijn zin. Van de een op de andere dag was mijn squad er klaar mee. Ja, dan is het ook klaar. Ja dat is een nadeel. Dat is altijd lastig met zulke spelletjes, maar... Wat wel leuk is, dat ze dan die taskmaster die loopt rond. Die schijnt dan willekeurige games te joinen en dan nieuwe enemies en voertuigen te droppen in de map. Net zoals bij, zeg maar... Wat is dan een taskmaster? Denk aan Hunger Games. Heb je die meneer Snow? Ja. Die zegt dan van, oké, zij hebben het nu te makkelijk. Laten we daar even een gevaarlijk monster op afsturen. Oh. Dus dat schijnt hier ook een soort van... onuitgesproken mechanic te zijn, waar ze iets mee gaan doen in de toekomst. Net zoals die Max en voertuigen. Maar dat moet nu komen, want over een maand dan ben ik die hele vriendengroep alweer verloren aan iets anders. Dat is een beetje zo'n regisseur, zoals in Left 4 Dead vroeger. Had je zo'n regisseur van die perfect het level dat, een beetje opspijste. Ja, precies dat eigenlijk, ja. Vet. Dat is me nog helemaal niet opgevallen dat het zo is. Ja, ik ben ook een paar keer wel opnieuw moeten beginnen qua moeilijkheidsgraad, omdat er weer nieuwe mensen bij kwamen. En ja, zoals die in mij joinde. Kom, we gaan extreme doen. En dat was meestal geen goed idee. Want dat pakte meestal niet goed uit. Dus dan moest je weer terug naar medium.
En dan moest je weer langzamerhand omhoog schakelen, zeg maar. Dus het is, ik ben een paar keer weer opnieuw moeten beginnen, maar ook dat is gewoon leuk, weet je. Maakt niet uit. En gewoon kleine dingetjes zoals een napalm oproepen vlak voordat je het vliegtuigje instapt, weet je. En dan hopen dat je net niet doodgaat. En dan, fuck, het was te vroeg. En dan ga je net dood voordat je wegvliegt. Het is allemaal zo filmisch ook. Dat is echt ongelooflijk. Zeker zo'n napalmstrijk. Er voelen weinig dingen zo goed als een napalmstrijk in Helldivers 2. Precies. Als je dan wegvliegt tussen al dat vuur, dat is fucking meesterlijk gewoon. Ja, echt heerlijk. Dat soort dingen ga je langzamerhand mee kutten. En die muziek blijft... Dat vind ik zo bizar. Dat muziekje, hoe vaak heb je dat inmiddels al wel niet gehoord, joh? Echt honderden keer. Het blijft episch. Ja, ik heb hem ook nog steeds in mijn hoofd, ja. Dus op het moment dat je wacht op je extraction, toch? Dat nou ja, op het moment dat je echt, zeg maar, naar die planeet toe gaat. En ook als je wacht inderdaad op je extraction, dat muziekje ook. Maar ook als je er naartoe gaat en je gaat voor... Ja, je vliegt erheen met je team, zeg maar. Of je zit in die kogel. Ja, je zit in die bullet. Die hellpod. Ja, die hellpod. Ja, super goed gedaan. En die minigame heb ik misschien wel meer gespeeld dan de base game. Je hebt op het schip heb je zo'n minigame. Dat heet de Stratagem Master of zo. Stratagem Boy? I don't know. En dan moet je gewoon letterlijk alleen cheatcodes doen. Dus je Stratagem codes pelt je naar onder links. Die hele game is gewoon dat binnen een bepaald aantal tijd. En dan haal je een ronde en dan krijg je weer tijd. En nou, dat leeft misschien nog wel meer dan de hele game bij ons. En toen kwam ik er dus achter. Op een gegeven moment kreeg ik een belletje van Mol. Hij zegt, hey, waar is dat spelletje? Is dat uit? Ik zeg, nee, die staat helemaal niet uit. Ik zie het hier letterlijk voor mijn neus. Blijkt dat spelletje alleen in de pre-order Ultimate Edition zit. Niet. Ja, dus jij hebt die ook, Wouter. Ja. Maar je vrienden niet. Die heb ik zeker. Dus die staat gewoon uit bij elke andere server. Ja. Oh, wauw. En ik vind dat volkomen terecht. Dat is nou echt zo'n microtransactie waar ik het pre-order bonus, waar ik gewoon helemaal achter kan staan. Want het is zo verwaarloosbaar, maar zo leuk dat ik heb zoiets van. Ja, het stelt echt geen fuck voor, maar het is wel echt een goede manier om te oefenen. Echt een hele goede manier om te oefenen. Ja. Zeg maar. En het is ook, je moet op een gegeven moment ook belachelijk snel zijn. Echt heel snel, ja. Ik heb het niet lang volgehouden, dat spelletje. Maar het is. Ik wist ook niet dat het een pre-order bonus was. Nee, wij ook niet. Maar het is echt een ding. Zodra we in dat schip terugkomen, dan staat iemand alweer direct op die knoppen te rammen. iemand zo hijgen in de mic. Zo... Weet je, oké, die knopjes aan de rammen. Kunnen, zeg maar, wel, als andere mensen in jouw schip komen, dan kunnen ze wel op dat spelletje spelen. Zeker. Oh, en je kan ook met z'n allen meekijken. Want dat scherm van dat apparaatje, dat is zeg maar live. Oh, je kunt meekijken. Dus je kan ook iemand in iemands beeld gaan staan. Luc heeft inmiddels precies de spot gevonden dat je zo met je grote helm zo voor mij. En dan je zo, hey, ga de kant. Ja, mooi. Ja. Helldivers is nog steeds Game of the Year kandidaat voor mij. Dat... Ja, ik krijg wel weer zin in, maar ja, ik heb niet echt een... Nou, kom een keer met mij spelen. En Wouter mag niet meer meedoen, want die joinde mij één keer, schoot mijn broer weg en verloor weer. Hij komt letterlijk die game. Ik zei, wat zoek je? Wat leuk. Hij schiet mijn broer neer en liefde gewoon direct daarna. Ik zei, yo, wat? Ja, het was omdat ze... Ik wist niet dat ze net begonnen waren. Had je net paddo's gegeten? Nee, ik wist niet dat ze net begonnen waren. En ik was nog bezig met de review. Dus ik had geen zin om weer helemaal bij makkelijk te beginnen. Klopt, het was letterlijk very easy. En jij had volgens mij 700 kills en bij 3 of zo. Ja. Maar het was wel echt leuk. Dus toen... ja, maar goed, het is ook wel vrij makkelijk om... andere lui neer te knallen. Helemaal als je zo'n wapen hebt met van die vuurkogels. Met die zeg maar incineration damage ook doen. Dan dat schiet je iemand. Ja, je leest als je iemand met één kogel raakt, dan vliegt hij in de fik. En dan is hier de kans dat hij doodgaat is aanwezig, ja. Je hebt ook van die fucky dingen als je een missie doet, dat je dat is dan een passive soort van modifier, dat je je killstreaks of je stratagems, die landen niet op de plek waarin je ze intent. En dat weet je nooit precies, maar daar kom je wel achter. Dus dan dat kan gebeuren dat je bijvoorbeeld je napalm wil gooien, maar dan gooi je je sentry. Of het kan zijn dat je een napalm daar gooit en hij komt ineens achter je. En dat zijn dan speciaal. Nou ja, dat zijn modifiers per missie. En daar moet je echt goed op letten. Want als je dat niet doet, dan verneuk je het voor je hele team. Ja, als je een turret achter je gooit. Ja, precies. Ja. Ik heb een keer zo'n elektrische turret in onze basis gegooid bij Extraction. Iedereen dood. Ja. Maar is dus dat dan omdat je, zeg maar... Dat is al een hogere moeilijkheidsgraden, neem ik dan aan, of niet? Ja, dat zijn de wat hogere missies, I guess. Ja. Want dan is er dan als een, zeg maar...
is per planeet. En volgens mij specifiek ja, tegen de, als je tegen de androids vecht, denk ik. Tegen de robots. Oh ja, precies. Ja. Ja. Het is een awesome game. Ik wil het meer spelen, alleen ja, er zijn altijd, er is altijd Unicorn Overlord die me tegenhoudt. Ja, ja, bij mij ja, komt er gewoon eigenlijk weinig meer tussen Final Fantasy VII Rebirth en Rocket League. Rocket League. Ja, we zijn weer echt diep gezonken. Ja, ja, ja. Het ding is, diep gezonken. Ja, dus een paar weken geleden was er weer een nieuw seizoen bij Rocket League en dan worden alle ranks worden allemaal op, ja, op ondersteboven gegooid eigenlijk. En dan de eerste weken speel je eigenlijk best wel vaak tegen best wel goede spelers. En wij zijn best wel een goed team. Absoluut. Maar we zitten gewoon de laatste dagen dat we gewoon even... We hebben veel pech. We hebben een goed spel. We zitten in een slomp. We zitten echt in... We hebben ook heel veel pech ook. Gewoon alles gaat erin. In die slump. Maar ja, over fantastische games gesproken, man. De relevantie van Rocket League, ongelooflijk. Nou, weet je wat het grappig is? Wij hebben dus een tijd geleden hebben wij eens een keer samen gespeeld met een... Tegen een wereldkampioen. Ja, Violent Panda. Ja, een Nederlander, die is meerdere keren de wereldkampioen. Volgens mij 2 of 3 keer zelfs. En die gozer speelde tegen ons en hij won met 14-1. In zijn eentje dus tegen twee. Ja. Dus dat geeft me aan. Maar ik keek dus vandaag, want we hadden het vandaag toevallig over. We dachten van, nou, hebben we misschien een coach nodig? Misschien moeten we gewoon een soort van een content serietje maken van, oké, wij gaan beter worden in Rocket League en dan hebben wij gewoon een wereldkampioen die ons gaat coachen. Mm-hmm. Dus ik ging even opzoeken. En die Violent Panda, die heeft dus in 2019, 18 of zo speelde die een finale. En toen, dat is al inmiddels 6 jaar geleden of 5 jaar geleden. Dat is al crazy dat 2019 6 jaar geleden is. Kan ik niet bij met mijn hoofd. Nee, nee, dat is zeg maar het gevoel wat je de komende 10 jaar nog hebt. op een gegeven moment zie je dus die gameplay. En dat is dus zo lang geleden. En dan zie je het verschil met wat nu de finale is van de wereldkampioenschappen. Het is echt dat zo is ook doorgegroeid, bedoel ja, je? Ja, het is niet normaal. Skill of gewoon? Ja, de skill gap is nog hoger, nog groter geworden. En de skill ceiling is ook nog veel hoger. Ja. De leercurve van Rocket League is bijna oneindig. Ik heb er 1500 uur in zitten en je wordt gewoon nog steeds beter. Omdat je op andere dingen gaat letten. Bovendien... ons teamspel wordt ook veel beter. Ja. Het is zo'n sociale game ook om te spelen, Rocket League. En ook zo snackable. Ja, dat ik er nooit mee stop, denk ik. Het is ongelooflijk. Ik heb het gevoel dat ik altijd echt een cap heb, zeg maar, die... als het gaat om skills en videogames. Je hebt zeg maar hele goede mensen. En dan zit ik... Nee, ik doe mijn handen helemaal omhoog zo. En dan is mijn cap zit ongeveer, zeg maar, helemaal hier zo. Maar dat is met shooters. Ik ga nooit boven die cap komen, ook al ga ik 1000 fucking uren spelen. Ja, maar maakt niet uit. Dat denk je. Ik blijf gewoon Mr. Mediocre. Dat is met shooters wel zo bij mij, maar niet met Rocket League. Je moet Super Saiyan gaan, man. Je moet door dat plafond heen breken. Je moet wel, ja, je kan, maar dat is een beetje het ding. Als je echt in een game gaat investeren, dan kan je het er echt uithalen. En dat is zeker het geval met Rocket League. Maar het is wel zo dat je een plafond... Ja, dat plafond ook heel, heel duidelijk. En dan na een half jaar dan letterlijk ging je Super Saiyan... brak je door dat plafond heen, omdat je vliegen ontdekt. Dan houdt dat je weer een jaar bezig. Dan ga je misschien posities wel er een keer bij trekken. Je hebt vliegende auto's? Ja, daarom Rocket League, zeg maar. Ja. Nee, het is fantastisch. En ik vind het ook superleuk om dit toch te blijven spelen. Dat is toch iets... Ja, is ons ding ook. Soms dan denk ik van, nou, ik heb even... Nou, weet ik veel. Iets langer dan een half uur dat ik kan gamen. Ja, wat ga je dan doen? Dan ga je niet 5 keer ergens... volledige potten Rocket League. Verliezen. Dat wel. Achter elkaar. En dan nog eentje met de jas aan heel snel. Ja, precies. Nee, dus daar heb ik wel echt heel veel plezier in de laatste tijd. Maar dat mis ik wel. Een game met die snelle, korte potjes biedt. Die je dus even, weet je, echt een half uur kan spelen. En dan dat je dan verder gaat met je leven. Ik heb dat momenteel even niet. En ik had dat een tijdje met... fighting games met Injustice bijvoorbeeld. En, maar er zijn niet zoveel games die dat... Ja, zelfs Helldiver is al een half uur tot 3 kwartier 1 missie, weet je. En dan heb je meestal ook nog missies die uit verschillende segmenten bestaan. En die wil je eigenlijk het liefst achter elkaar aan doen. Dus ik mis wel een gamer in mijn leven die gewoon even een snelle fix biedt. Ja, nou, je moet dan sportgames gaan spelen, Wouter. Nee, ik vergeet iets. Er was iets... Nou goed, er is een game die me dat ook gaf. Wat niet een fighting game was. En ik weet niet meer wat het was. Marvel Snappy of zo. Dat is eigenlijk Marvel Snappy of zoiets.
Ja, oké. Okay. Dat was inderdaad ook iets. Maar dat is een totaal ander genre. Want dat zijn telefoongames, die tellen eigenlijk niet mee. Ik vind het eigenlijk niet mee tellen. Ja, ergens dat... wel, maar eigenlijk ook totaal niet. Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, ik snap het 100%. Ja. Nou ja, misschien zijn er mensen in de comments die een leuke suggestie hebben. Ik denk ook waarschijnlijk noemen ze die game die ik al heel lang gespeeld heb en nu gewoon volledig vergeten ben. Maar was het op de PlayStation? Vast. Of op PC? Was het Peggle toevallig? Peggle is ook heerlijk. Is ook lekker snackable. Ja, dat is waar. Maar dat is... Ja, nee. Dat was het niet, nee. Nou, maar hoewel ik dat ook wel gespeeld heb, maar ik was meer van de... Pegging was jij meer van. Pegging en cooking. Pegging en cooking. In die tijd was ik meer van de Lumines. Ook een goeie, ja. Dat was ook een lekker spelletje om even zo'n potje zo... Hoppa. Of Balatro misschien, of Balandro. Guitar Hero. Oh... Hij is dat bij mij staat hij helemaal aangesloten hoor. Met een gitaartje naast de tv. Ja, zeker. Ja. Ja. Okay. Ik heb dat recent ook weer opgepikt. Oh, zo fijn. Oh. Zo leuk. Ik denk dat we hem afgesluiten, heren. Oh, ik kan nog uren met jullie praten, jongens. Zeker. Ja, laten we dat niet doen. Oké. Okay. Tot mijn volgende debuut. Tot je volgende debuut, inderdaad. Dank jullie wel dat je er ook was weer, Wouter. Het zij digitaal, maar de volgende keer hopelijk weer in de studio. En deels trouwens, want ik ben vrij vaak weg geweest. Ja, dit doen we dus echt niet weer, hè? Ik heb nog liever... Hoe kan ik nou voorspellen dat mijn Discord gaat besluiten om in niet langer dan 10 minuten achter elkaar aan te willen opereren? Wat is dat nou weer? Hij weet wel Discord natuurlijk. Dus... Ja, hij houdt wel van chaos. Ja, precies. Maar leuk dat je er was en hopelijk volgende keer weer in leven en lijven. Jij ook bedankt, Cody. Thanks dat ik er maar bij ben, jongens. En bedankt voor de mensen die hebben gekeken en geluisterd naar deze aflevering van PowerPraat. Hopelijk heb jij het ook naar je zin gehad. Vergeet geen comments achter te laten. Onder andere wat nou de perfecte snackable game is voor Wouter. Of er was ook iets anders. Het ging over... Hoe noemen jullie de collectibus in waar jij vandaan komt? Dat is de tweede vraag. Of wat is jouw favoriete Sims expansion? Oh ja, dat was hem. Ja. Was dat hem? Ja, dat was hem. Ja? Nee, denk er was ik. Nog iets. Er was nog iets. Nou ja, goed. Ik weet niet of daar overdonderend veel reactie op gaat komen, maar you know. Ja. We weten het niet. Maar laat comments achter, dan wie weet behandelen we het volgende keer in een nieuwe PowerPraat. En dan zie ik jullie dan. Of en dan kunnen we het dan voor een derde keer achter elkaar aan over de Sims 4 hebben. Dat vind ik wel mooi. No, shit. Oh. Wat heb ik me aangedaan? Wat heb ik mezelf aangedaan? Nieuwe Jurassic World Evolution, right here. Yeah, baby. Oké, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.